Mijn naam is Lennart Boy. Ik ben moderator van dienst hier vanmiddag. Allereerst compliment aan jullie allemaal dat we, ondanks het heerlijke weer, een discussie met elkaar willen voeren over atheïsme in relatie tot verschillende religies. Een initiatief van de WIP, de Werkelijkheid in Perspectief. Drie geleerde heren die met elkaar besloten hebben een tijdje terug om met enige regelmaat spannende gesprekken te organiseren. Paul Cliteur, Frits Bolkestein en Meindert Venema, die waren daar de grondleggers van. En de Bali die ondersteunt ze erbij om dit soort gesprekken mogelijk te maken. Gesprek vandaag over eigenlijk de vraag hoe het nou komt dat verschillende religies die op zichzelf allemaal liefde prediken, toch niet zo inclusief zijn voor iedereen. Er zit een zekere mate van exclusiviteit in. De een mag wel en de ander niet meedoen. In de wetenschap dat we tegelijkertijd een maatschappij hebben die eigenlijk heel veel met elkaar samen moet oplossen. En Paul Cliteur die zal dat aan het begin problematiseren. Die wil eigenlijk dat die vraag scherp benoemen. Wat betekent dat nou, zowel voor de rol van die religies als misschien wel het alternatief dat je er gewoon vanaf moet, het atheïsme? Of is dat in zichzelf ook weer een dogma? Is dat ook weer een geloof op zichzelf? Dat zullen misschien andere aanwezigen betwisten. En als er dan toch één finale eindoplossing in zicht is, wat is dat dan? Wat zorgt er dan voor dat die vrede en die gerechtigheid die op aarde zou moeten neerdalen uiteindelijk in zicht komt? Wie weet dat we het vanavond of vanmiddag het antwoord daarop gaan krijgen. Maar laten we eerst de realiteit meteen er met de haren bij sleuren. We hebben hier Timo. Timo, waar ben je? Ik ga je verder niet al te veel introduceren, want eigenlijk ben jij als persoon op dit moment niet zo belangrijk, maar het verhaal wat je hebt meegebracht. En ik wil je eigenlijk vragen, wil je het aan ons voorlezen? Goedemiddag. Ik ben in juni 2017 in contact gekomen met een Indonesisch meisje. Zij woont in Indonesië en is moslim. Ik ben een Amsterdamse atheïst. En het contact met haar was heel erg leuk. Na verloop van tijd raakten wij verliefd op elkaar. En vandaag van dag houden wij onvoorwaardelijk van elkaar. Haar sociaal-culturele en religieuze context stelt mij voor een dilemma. Haar omgeving verwacht van haar dat zij gaat trouwen. Ze wil per se in Indonesië trouwen, omdat haar sociaal-culturele context dat van haar verwacht. In Indonesië kan je alleen trouwen met iemand van hetzelfde geloof. Zij is moslim, ik ben atheïst. Om samen in Nederland te kunnen wonen, is het noodzakelijk dat zij trouwt. Alleen op die manier kan zij ontkomen aan haar sociaal-culturele familieverplichtingen. Zij is moslim en wil dat graag blijven. Ik ben atheïst en ik wil dat graag ook blijven. Ik voel me als atheïst niet volledig geaccepteerd binnen de Indonesische samenleving. Mijn atheïsme is voor mij een belangrijk onderdeel van mijn identiteit. Moslim zijn staat daar ver vanaf. Ik heb eveneens een ingewikkelde beslissing te nemen. Wat betreft mijn verdere leven met mijn vriendin. Ik moet waarschijnlijk, om met degene met wie ik samen wil leven, mij bekeren. Ja. Andere opties zijn vrijwel ondenkbaar. Dat heeft te maken met die context. Ik ben niet van plan om ooit een actieve moslim te worden. Als ik moslim word, dan is dat alleen zodat ik met mijn vriendin kan trouwen en hier in Nederland kan leven. Vervolgens zeg ik het liefst mijn moslimmaatschap op, zodra dat kan. En ik krijg het idee dat binnen deze specifieke casus de godsdienst afstand creëert, in plaats van dat het mensen dichter bij elkaar brengt. Dat is uiteraard niet los te zien van de sociaal-culturele context waarin die godsdienst opereert. Ik ben ruim 2 weken in Indonesië geweest, waarvan ik ruim een week bij haar familie heb doorgebracht, bij hen thuis. En ik zie ook wat die godsdienst aan houvast biedt, wat het voor zingeving biedt in haar omgeving. Timo, dankjewel. Ja, een modern sprookje en een modern dilemma. En daar moeten we het meteen ook over gaan hebben, denk ik, de komende tijd. Wat dat nou betekent, die verschillende dogma's van die verschillende godsdiensten in relatie tot de vrijheid die je als individu eigenlijk zou willen hebben om je eigen keuzes voor de toekomst te kunnen maken. Paul Cliteur, jij bent een van de aanstichters van de bijeenkomsten. En aan jou de vraag om het af te trappen. Ga je gang.
En ik wil je kort introduceren voor degenen die je nog niet kennen. Je bent hoogleraar op de Universiteit Leiden, rechtswetenschap. Maar je bent daarnaast vooral ook bekend als columnist, als recensist en natuurlijk ook als publicist, want je publiceert vele boeken. Nou, daarmee heb ik jou denk ik voldoende recht gedaan. Ga je gang. Ja, dankjewel Lennart. En als overtuigd atheïst heb ik op het programma van de Bali gelezen. Met name dat overtuigd, dat heeft men natuurlijk nog wel wat te denken gegeven de afgelopen dagen. Wat zou dat precies betekenen? Nou ja, misschien is het goed om te beginnen bij een belangrijke verantwoordelijke voor mijn overtuigde atheïsme. Ik heb een hele tijd lang heb ik gedacht dat een ongelovige positie toch niet zo belangrijk is om dat te articuleren. Maar vanaf zo'n beetje 2001, 2002, 2003 ben ik er steeds meer van overtuigd geraakt dat het ook van belang is dat mensen met een ongelovige visie, dat het van belang is dat die hun wereldbeschouwing articuleren. We worden geconfronteerd met een herleving van wat je zou kunnen noemen religieus fundamentalisme. Dat vind je zowel in Jodendom, Christendom en in Islam. Als je afgaat op de getuigenissen die mensen zelf afleggen, Joden, Christenen en moslims, dan is ongeveer de helft van de wereldbevolking die bekent zich tot een van deze drie religieuze posities. Nou, als die verschillende religieuze posities, als je daar een toenemend fundamentalisme in kunt onderkennen, dan heeft dat ook een bepaalde politieke en ethische betekenis die verder gaat dan alleen maar spiritualiteit. En zo ben ik me wat gaan verdiepen samen met Dirk Verhofstadt in het religieus gemotiveerde terrorisme, het gebruik van geweld dat de geweldsplegers plegen met een beroep op hun godsdienst. En wij zijn tot de bevinding gekomen in ons boek In Naam van God, dat je niet helemaal voorbij kunt gaan aan de redenen die de geweldsplegers zelf opvoeren voor hun geweld. En dan zeg ik dat zo nadrukkelijk, omdat je zou kunnen denken dat je het beter weet dan de geweldsplegers zelf. Maar ik denk dat als je die verschillende verhalen in het Oude Testament, het Nieuwe Testament en de Koran, wanneer je die goed gaat bestuderen, dan zul je zien dat daar veel oproepen tot geweld in staan. En dat is iets wat te denken moet geven. Nou ben ik onlangs, de afgelopen dagen heb ik ook wat verdiept in de boeken van de andere sprekers die straks het woord gaan voeren, die ik allemaal persoonlijk ken, ook hun werk. Ik heb het werk van Nahed Selim bijvoorbeeld goed gelezen. Ik heb het werk van eigenlijk nog maar sinds kort, moet ik bekennen, Tamara Benima bestudeerd. En dan zie ik dat ze ook bijvoorbeeld in het laatste boek van Tamara Benima, derde druk 2017, Joodser kan het niet, dat ook daar wel aandacht wordt gegeven aan dat gewelddadige element, bijvoorbeeld in het Jodendom. Maar dan is een beetje de vraag wat mensen in religieuze posities daar dan verder mee doen. Ik ben eigenlijk geneigd om te denken dat veel van de mensen die straks aan het woord zullen komen, dat die nog wel iets hebben met spiritualiteit, mysticisme, met liberale religiositeit. Maar dat ze toch eigenlijk die harde kanten van het geloof, die harde kanten van die wat absolute godspretentie, van die godsconceptie die in de drie monotheïstische godsdiensten als uitgangspunt wordt genomen, dat ze daar nogal gemakkelijk afstand van nemen. En ik hoop dat we daarover in discussie komen met elkaar. Mag ik nog één opmerking maken? Eén ding wat mij erg te denken heeft gegeven, dat is het werk van Floris van den Berg. Floris van den Berg, dat is de schrijver van het boek Hoe komen we van religie af? Van de vrolijke feminist. En onlangs is verschenen van hem, althans het staat op het punt van verschijnen, zijn boek De Olijke Atheïst. En Van den Berg die zet zich in voor een wereld met minder leed en meer waarheidsliefde. En hij vindt dat we religie moeten afzweren. Dat is dus wat je zou kunnen noemen een stevige hardcore atheïst. Of een activistische atheïst. Of een strijdvaardige atheïst. Of een militante atheïst. Maar er is iets anders wat ik ook zo interessant vind nou aan Van den Berg als spreker. En dat heeft mij gefascineerd de afgelopen 10 jaar dat ik met zijn werk mij heb verstaan. Dat is dat hij ook zo'n moreel hoogstaand mens is.
Hij praktiseert moraal in zijn eigen leven, waar anderen daar doorgaans alleen maar over spreken. Hij eet geen dieren, hij steunt allerlei emancipatiebewegingen en doet dat hij wel, ja, eigenlijk ook met groot gemak voor zijn eigen leven. En hij is ongetwijfeld zelf te bescheiden om dat zo te zeggen, maar ik denk dat zijn geval bewijst dat atheïstische mensen in moreel opzicht vaak betere keuzes maken dan theïstische mensen. En dat heeft mij ertoe gebracht om te denken dat het atheïsme vanuit een moreel oogpunt misschien wel een betere positie is dan de theïstische positie. Nou ja, goed, dit dan maar even als kleine aftrap voor de gedachtenwisseling, om u een beetje warm te maken voor het verdere verloop van deze middag. Dank u wel. Paul Cliteur. Dank voor meteen het steentje in de vijver over wie er nou weer moreel hoogstaander in zijn leven staat. Dat zullen we dan vandaag gaan onderzoeken. Want dat is een beetje mijn rol, dames en heren. Ik zal gewoon de nieuwsgierige vragen blijven stellen en zo af en toe de gelegenheid geven om ook zelf een vraag te stellen. Waarbij ik natuurlijk ook de tijd een beetje ga bewaken. Haar naam is al gevallen, Tamara Benima. Zij schreef nog niet zo lang geleden inderdaad het boek Joodser. Krijg je het niet? Het ligt hier ook op de stapel die Paul Cliteur heeft meegenomen. Zij was lange tijd hoofdredacteur van het NIW. Is daarnaast columnist, vertaalster en bovendien een rabbijn. Weliswaar een liberale rabbijn, zoals ze dat zelf heeft genoemd. Aangesteld in 2015. Tamara, ik wil jou vragen om ook een korte inleiding te geven. Ga je gang. Tamara, Benima. Ik moet nu kiezen of ik meteen inga op de aanval. Jij zei dat alle religies de liefde prediken. Dat is in het Jodendom niet zo. We predigen vooral gerechtigheid en individualiteit. En Paul zei dat Joden de toename van fundamentalisme bij Joden, ook dat is niet het geval. Ik wil eerst iets zeggen over Jodendom überhaupt. Jodendom is geen geloof. Jodendom is geen geloof. Het is een volk. Joden zijn een volk. Ze worden niet bij elkaar gehouden door een geloof. Ze geloven hoogstens allemaal niet in Jezus of niet in Mohammed. Maar ze hebben als groep een eigen beschaving. En wat je in je hoofd hebt aan theologische ideeën, zal iedereen worst zijn. Zelfs of God bestaat is geen vraag waar Joden zich mee bezighouden. Of God bestaat, het zal wel. Ik ben opgevoed door een traditioneel levende moeder. Ze was orthodox opgevoed. Atheïstische vader helemaal in de sfeer van Floris van den Berg. Dezelfde dingen die Floris van den Berg zegt, zijn mijn vader. Het is een beschaving. En die beschaving heeft... was een religieuze beschaving en die heeft een literair corpus als uitgangspunt genomen en daar weer een axioma als uitgangspunt genomen: God bestaat. Maar net zo goed als dat je een wiskundig systeem bouwt op axiomas die je verder niet bevraagt, heeft het Jodendom zich tot een cultuur gemaakt met muziek, met literaire teksten, met juridische teksten vooral. En die juridische teksten, die worden geïnterpreteerd en die gaan over het hele leven. En die juridische teksten, dat juridische discours, dat maakt of je, hoe je leeft eigenlijk. En daar word je op afgerekend, niet op wat je voor ideeën in je hoofd hebt. In dat juridische discours is ook bepaald dat de wet van de staat waar je leeft prioriteit heeft boven de Joodse wet. Tenzij het over hele specifieke religieuze rituelen gaat. Dus op loofhoedenfeest moet ik met een bundel planten heen en weer zwaaien. Nou, absurd natuurlijk, maar oké, dat is waar de rabbijnen zich niet iets laten zeggen door de staat, maar in civiel recht en strafrecht wel. Dat moet u goed. Dat is dus heel erg anders dan sommige andere
dan de islam die zegt van de sharia moet altijd en overal worden toegepast. Nee, de halacha moet worden toegepast, de Joodse wet moet worden toegepast. Maar is ondergeschikt aan de staat waar je leeft. Het is ook zo dat er plaats is voor seculariteit in het Jodendom. 6 dagen mag je werken, de 7e dag is heilig. Het is absoluut niet zo dat er alleen maar heiligheid is in het Jodendom. Integendeel, ik denk dat de moderniteit, en er zijn studies over, dat de moderniteit met zijn seculariteit gewoon mogelijk is gemaakt door het christelijke denken en door het Joodse denken wat daaraan vooraf gaat. Seculariteit is beslist een onderdeel van het Jodendom. En dan is me nog de vraag gesteld of er geloof in de 21ste eeuw nog zin heeft. Dat gaat weer uit geloof als het christelijke paradigma. Ik denk dat de godsdiensten, of laat ik het bij Jodendom. Jodendom heeft in de 21ste eeuw hele slechte kaarten. 80% van de Joden zijn atheïst of agnost of iets is. Maar zijn niet aangesloten bij een Joods gemeenschap. Doen heel veel dingen niet. Leven niet volgens de Joodse voorschriften of de Joodse manier van leven. 80%, 75% in Nederland is getrouwd met niet-Joden. Dus dat verwatert heel erg. Maar ik denk wel dat spiritualiteit, welke vorm dan ook, altijd zal blijven bestaan. Waarom? Omdat dit menselijk systeem de mogelijkheid heeft om ofwel in binnenin iets anders te beleven dan het ego, namelijk iets wat groter is dan onszelf, wat oneindig is, geen grenzen kent. Ik heb die ervaringen zelf gehad. Of bewustzijnsverruiming, echt totaal andere inzichten. En die vinden mensen niet meer terug, zowel het een als het ander in godsdiensten. Maar ze vinden het wel, denk ik, massaal bij Bruce Springsteen of Bob Dylan of in de drugs die ze nemen. Dus mijn hoop voor vrede en gerechtigheid is op een nieuwe bewustzijnsverruimende drugs waar je niet psychotisch van wordt, waar je niet je hersenen kapot van gaan, maar waar je desondanks wel andere ervaringen krijgt dan de puur rationele ervaringen waar atheïsten altijd zo dol op zijn. Tamara Benima, dankjewel. Dankjewel. Het Selim, dames en heren, die ga ik ook kort introduceren. Ze werd geboren in 1953 in Egypte. Studeerde Engelse literatuur in Cairo. Kwam in 1979 naar Nederland. En kort daarop begon ze ook te werken als tolk en vertaalster Arabisch. Ze was regelmatig te zien en te horen als publiciste. Schreef meerdere boeken die ook heel specifiek ingingen over de rol van de vrouw binnen de islam. En hoe je dat eigenlijk op een moderne manier kunt interpreteren. Ook op een moderne manier naar de teksten van de islam te kijken. Maar sinds 2013 is ze overgestapt op het katholicisme. Ze is ook gedoopt. En zij bestudeert inmiddels het christendom. Ga je gang. Goedemiddag, dames en heren. Ik ben inderdaad al 40 jaar woonachtig in Nederland. En ik kom uit Egypte. Ik heb even de tijd om iets te vertellen over mijn bekering vanuit de islam naar het christendom. Het is natuurlijk niet voldoende om een echt ingewikkelde voordracht te houden. Daarom zou ik het persoonlijk en simpel houden. Als ik de afgelopen jaren zo van mijn leven bekijk, dan lijkt het alsof ik altijd zoekende was. Mijn hele leven is eigenlijk een lange zoektocht geweest. Niet alleen in de ruimtelijke zin, want ik heb in 4 verschillende landen gewoond, maar ook in de spirituele zin. Zoals sommigen van jullie wellicht weten, was ik niet zo tevreden met mijn vorige religie. Ondanks de zelfstudie en de eigen onderzoek ervan die ik heb verricht.
Ik was zoekende, ik probeerde een verklaring te vinden voor het feit dat God was duidelijk ingenomen voor sommige mensen en felgekant tegen andere mensen. Een verklaring voor het geweld en de wijze waarop de religie werd verspreid. Die verklaring heb ik niet kunnen vinden. Uiteindelijk ben ik bij het christendom beland. 5 jaar geleden ben ik gedoopt als katholiek. En het voelt werkelijk als een thuiskomen uit een lange leven van vervreemding. Thuiskomen bij mijn hemelse vader. Die op mij al die tijd heeft gewacht en nooit mij heeft afgeschreven. U zult misschien wel denken, wat in hoge moed, te denken dat de Almachtige God mij persoonlijk zou hebben opgemerkt tussen die miljarden mensen die op de aarde rondlopen. Maar dit is wel zo. Voor de samenleving ben ik een van de velen. Een BSN-nummer, een consument, een belastingbetaler. Maar voor God ben ik en is iedere van ons uniek en bijzonder. Hij kent ons bij onze naam en hij roept ons en wij volgen hem. Hoe ik dat weet, dat heeft Jezus zelf gezegd. Dat hij de goede herder is en dat hij zijn schapen bij naam kent enzovoort enzovoort. Jullie kennen natuurlijk, sommige van jullie, de Bijbel ook uit je hoofd. Voor mij is Jezus de centrale figuur in de Bijbel. Om hem en om zijn offer aan het kruis draait de hele verlossinggeschiedenis. Vanaf het begin van de schepping tot het einde toe. Nu hebben de moderne denkers bezwaren tegen het geloof, omdat het ons oorlog, geweld en haat tussen de mensen zou leiden. Het christendom schept geen haat tussen de mensen. Het is bij uitstek de godsdienst van de liefde. Christendom schept geen vijandschap tussen de mensen onderling. Juist het tegendeel. Want waar moet die haat vandaan en het geweld vandaan komen dan? Niet door het voorbeeld van Jezus, die duidelijk was tegen geweld. De voornaamste en belangrijkste gebod van Jezus is immers: houd van je naaste als van jezelf. De naaste is hier in de zin van de medemens. Ook luidt de bekende gouden regel die Jezus ons achterliet: doe voor anderen wat je graag zou willen dat ze voor jou zouden doen. We hebben geleerd om anderen te vergeven, om geen boosheid te koesteren, om niet te oordelen en om van onze vijanden te houden en voor hen te bidden. In alles wat ik over het christendom heb geleerd, heb ik werkelijk geen spoor van haat, geweld of vijandschap kunnen vinden. Ons God is een God van liefde, mededogen en vergeving. Een God die de mens opbouwt en altijd hoop geeft. Een God die zegt: laat je hart niet verontrusten of bang worden, want ik ben altijd bij jullie. Vandaag heeft de wereld meer dan ooit de liefde van Jezus nodig. Als medicijn misschien wel de enige effectieve medicijn en tegengif tegen alle ideologieën van haat, geweld en terrorisme. Dank jullie. Dank je wel. Wil je meteen gaan zitten op de gele stoel? Mag ik mijn 2 andere gasten die net gesproken hebben ook vragen om plaats te nemen? Want we gaan even doorpraten. Eigenlijk op basis van de 2 vragen die Paul Cliteur al heeft neergelegd. Paul, misschien kun jij in het midden gaan zitten. Misschien mag ik maar meteen bij jou beginnen. Paul zegt, kun je nou, ondanks het feit dat je hier een heel mooi verhaal houdt over hoe jij het geloof beleeft en dat je zegt, ik heb die teksten nu bestudeerd en ik zie eigenlijk nergens die haat,
Hoe kun je dan toch aan de andere kant verklaren dat er ook in diezelfde teksten toch ook heel regelmatig gruwelijke dingen worden beschreven? Noemt u mij één gruwelijke ding uit het Nieuwe Testament en daar ben ik echt benieuwd naar. Joden zijn het addergebroed van de duivel. Sorry, nog een kind. Joden zijn de kinderen van de duivel. Wie heeft Jezus dat gezegd? Mm-hmm. Dat staat in de, en wat hij gezegd heeft over liefde en over gedraag je zoals jezelf gedragen wilt worden. Ja. Dat komt uit het Oude Testament. Maar er staan verschrikkelijke dingen in het Nieuwe Testament waar uiteindelijk 2000 jaar later mijn familie door vermoord is. En er zijn pogroms geweest van al die leuke, gezellige, lieve christenen waarvan ik denk van... Nou, voor ons was het beter geweest als Jezus er niet was geweest. Dus het probleem wat jij doet en wat ik ook natuurlijk bij mijzelf zie, is dat je focust op een tekst zonder dat je kijkt van wat mensen uiteindelijk uit naam van die teksten doen. Nou, ik denk dat u heel eenzijdig naar bepaalde ervaringen in de geschiedenis kijkt en dat toeschrijft aan Jezus. Dat is wat ze zelf... Nee, ik schrijf het niet toe aan Jezus. Ik schrijf het toe aan christenen. Christenen hebben mijn familie vermoord. Even twee dingen. Punt. Volgens mij moeten we eerst beginnen met wat er letterlijk in die teksten staat. Want daarvan kun je zeggen, nou, kun je er wel of niet afstand van nemen. En dan gaan we vervolgens ook praten over wie er mee aan de haal gaan. Maar de eerste vraag was eigenlijk... u zegt, nee, in dat Nieuwe Testament zie ik eigenlijk geen oproepen tot geweld of anderszins gruwelijke zaken. Nee, volgens mij kun je in geloof beoordelen... primair op basis van de oorspronkelijke bronnen van zo'n geloof. En in tweede instantie beoordeel je in geloof volgens het voorbeeld... In dit geval het voorbeeld van Jezus. En pas ten derde kijk je naar wat de mensen ermee doen. Maar dan neem je het natuurlijk niet alleen... wel, dat begrijp ik. Maar dan is natuurlijk wel de vraag, wat doen mensen er inderdaad mee? Als je kijkt naar 2000 jaar christelijke geschiedenis... dan zie je dat de mensen in naam van Christus op kruisvaderstochten gaan... en het geloof met letterlijk het zwaard proberen te veroveren. Je ziet dat er natuurlijk hier een inquisitie in de 16e eeuw in Nederland nog in het achterhoofd... dat er in naam van Christus heel wat gemoord wordt. Hoe zie je dat? Ik zie het anders, want kruisvaders en de kruistochten... die waren een antwoord op iets wat daarop... daarvoor af heeft plaatsgevonden, namelijk het bezitten en in bezit nemen van heel veel christelijke gebieden. Mm-hmm. En het onderdrukken van de christenen die in al die landen, het Midden-Oosten, in Jeruzalem, in Israël, in Egypte, in Irak, dat waren allemaal christenen. En bovendien is het altijd mogelijk dat in de geschiedenis bepaalde ideologieën, politieke ideologieën, een rol hebben gespeeld en waarop bepaalde beslissingen zijn genomen. Maar ik begrijp echt niet laten we het even afpellen, want je zegt dit is dan misschien geschiedenis. De aantijging dat het christendom de bron zou zijn van 2000 jaar geweld. Tweede Wereldoorlog is niet door christenen aangesteld. Oké, en tot slot, als we dan naar de actualiteit kijken... en ik kom straks ook bij het Joodse voorbeeld, hoor, want die vraag heb ik natuurlijk ook voor jou... Er wordt natuurlijk ook nog wel eens een aanslag gepleegd op een abortuscentrum in Amerika bijvoorbeeld, waarbij christenen daar heel bewust naartoe gaan en zeggen, ja, dat is het werk van de duivel, dat moeten we uitroeien. Hoe vind je dat dan? Ik vind dat in elke denksysteem en in elke religie fundamentalisten kunnen zijn, maar bij het christenen zou het waarschijnlijk het minste aantal fundamentalisten vinden. Mm-hmm. Dus het is het minst van de slechte, zeg maar. Nou, ik bedoel, je kunt geen ideale filosofie of religie vinden waar iedereen precies volgens de letter het doet. Mm-hmm. Dus, maar de uitzonderingen zijn altijd een bevestiging van de regel. Oké. Lennart, ik heb een punt van orde. Heb je wel aan de mensen gevraagd dat ze niet gaan zitten twitteren naar buiten? Of zo? Voordat je het weet, heb je de Amsterdamse gemeenteraad weer op je dak, wanneer dat allemaal zo naar buiten komt. Nou, wij mogen hier in vrijheid vergaderen, gelukkig. Dus okay, goed zo. Die disclaimer hoeven we niet te geven. Okay,
Tamara Benima, ook voor jou die vraag. Want Paul die zegt, ja, heb je die eigen teksten wel eens even goed bestudeerd? Je geeft net eventjes repliek op het Nieuwe Testament. Maar dat Oude Testament, dat is bepaald niet echt een gezellige toestand. Nee, en voor christenen geldt ook dat Oude Testament, waar ook allemaal die vreselijke teksten in staan. Laat ik zeggen, je moet goed begrijpen dat die oude teksten horen bij een fase van het Jodendom, het tempeljodendom, toen we nog zo soevereiniteit hadden. En dat er vanaf 70 of iets eerder een ander soort Jodendom, rabbijns Jodendom, is gekomen, waarbij wij soevereiniteit kwijt waren en een minderheid zijn geworden. En die groep die vervolgens die teksten is gaan interpreteren, heeft dat gedaan vanuit een minderheidspositie. Maar goed, ze worden nog steeds met alle inwijding naar binnen gedragen. Dat is ook niet zo. En wat je nu ziet, is het fundamentalisme. Wat je nu zou kunnen zien in de Zionisten, hè, die op de Westbank zitten en gewoon echt, ik slaap er gewoon niet van, komt omdat er weer een soevereiniteit is, omdat er weer een leger is wat hen in staat stelt om deze fundamentalistische uitgangspunten vorm te geven. Maar dat zou betekenen dat er een liberaal jodendom alleen zou kunnen bestaan als er niet een vrije staat is waarin het kunt beleiden. Dat zou je heel goed kunnen zeggen, ja. En dat is ook tot vlak voor de oorlog, de standpunt geweest van juist de orthodoxe rabbijnen. Liberalen wilden er al helemaal niks mee te maken. Niemand wilde een laat ik zeggen, juist de mensen die gelovig waren, wilden absoluut geen eigen staat hebben. Omdat ze dit voorzagen eigenlijk. Maar wat ik wil zeggen is van, ten eerste lezen Joden dat Oude Testament maar heel gebrekkig. We lezen de eerste 5 boeken van Mozes. Dat lezen we inderdaad. En daar geven we een interpretatie aan. Maar al die andere dingen, daar gaan we op een hele pacifistische manier mee om. Behalve dan de teksten over homoseksuelen. Dat is tot voor kort gewoon echt vreselijk geweest. Hè? De abominatie. Dus geen denken aan dat ik daar apologetisch over zou willen doen. Alleen het probleem is altijd dat mensen naar de teksten kijken en niet naar de interpretatiegeschiedenis en ook niet naar de juridische geschiedenis daarover. En ik wil nog iets heel anders zeggen. Natuurlijk, Jodendom, Christendom, Islam, Boeddhisme zelfs, Hindoeïsme, het hebben allemaal gewelddadige geschiedenis. Allemaal. Yeah? No way. Alleen, het probleem is dat je niet kunt falsifiëren hoe de menselijke geschiedenis er zou uitgezien zou hebben zonder religie. Dat weten we niet. Nee, en het punt is dat als je naar de huidige neurofysiologische onderzoekingen kijkt, dan zie je spiegelneuronen en dan zie je dat mensen die dezelfde beweging maken elkaar meer waarderen dan anderen, de buitenstaanders. Dus ik denk dat, ook al is er geweld geïnstigeerd door religie, no doubt about it, is er waarschijnlijk ook een zeer grote pacificerende werking van uitgegaan. En die wordt niet onderkend, omdat er nu natuurlijk weer heel veel terreur en onderdrukking is. Okay. Die op basis van... Paul, jij wil reageren. Dat is het probleem voor mij. Dat het niet falsifieerbaar is. Hoe het zou zijn geweest zonder. Ik ga een poging doen. Doe maar. Te falsifieren. Ik wil beginnen met de dames aan mijn linker en rechterkant een compliment te maken voor hun mooie boeken. Ik heb net Joodsak kan het niet van Tamara gelezen. En het werk van Naed Salim, dat ken ik al veel langer. In de zekere zin zijn hun posities allebei heel raadselachtig voor mij. Omdat het is bijna zo dat veel van de dingen die ik nu zou zeggen, die zou ik allemaal uit jouw oude werk gehaald kunnen hebben. Je hebt een paar geweldige boeken geschreven, De Vrouwen van de Profeet als eerste. En je hebt daar een analyse gegeven van een vorm van, wat ik zou willen noemen, religieus fundamentalisme. En dat heb je eigenlijk zo scherp geanalyseerd.
dat het voor mij heel moeilijk is om precies te begrijpen, ik heb je een paar jaar niet meer gezien, wat er gebeurd is in die opmaat naar 2013. Want al die dingen die in die boeken van jou staat, die zouden we je nu tegen kunnen gaan werpen. Ja, dan ben ik geneigd om dat te gaan doen. Dat is de eerste opmerking die ik wil maken. Tweede is, dat heeft Tamara ook al gedaan, maar dan sluit ik me daarbij aan bij Tamara, dat Nahed zich veel te gemakkelijk distancieert van het Oude Testament. Het christendom is Oude en Nieuwe Testament. Er is in de christelijke geschiedenis een zekere Marcion geweest die zegt van ja, dat Oude Testament dat staat zo, sorry Tamara, dat staat zo vol met allerlei ellende. Daar moeten we helemaal vanaf en laten we ons helemaal focussen op het Nieuwe Testament. Maar dat is niet het christendom geworden. Mag ik daarop reageren? Ik distantieer mij niet van het Oude Testament. Okay. Het is een integrale onderdeel. Het Nieuwe Testament en het Oude Testament samen horen bij elkaar. Okay. Het is alleen zo dat ik mij niet deskundig genoeg acht om iets daarover te zeggen, laat staan om het helemaal te begrijpen. Okay, dus dan begeef ik mij op een terrein waar ik echt niet zo veel van weet. Nou, ik denk dat Floris van den Berg en ik, die kunnen daar nog over dat Oude Testament wel een paar dingen zeggen. Maar dan kom ik eigenlijk bij Tamara. En dat, ik heb dus haar boek gelezen en een pagina 59, hey Tamara. Op pagina 59 bekent ze zichzelf tot wat ze noemt een Joodse mysticus. En ik vond het een hele interessante zin. Want je gaat een eindje lezen. En ze zegt, en ze heeft dat net ook herhaald in haar inleiding. En ze zegt, ja, het gaat mij eigenlijk om de Joodse beschaving. Nou, in die zin kan ik daar ook bewondering voor hebben. Daar kan iedere atheïst natuurlijk bewondering voor hebben. Zoveel Nobelprijzen, allemaal zo verzameld bij zo'n kan iedereen een voorbeeld aannemen. Maar tegelijkertijd denk ik, hey, wacht eens even. Wat betekent dat? Ja, een mysticus, ervaringen. Ja, en hoe representatief is jouw beleving van het Jodendom eigenlijk voor wat men in zijn algemeenheid onder Jodendom verstaat? Je hebt zelf net zelf al aangegeven dat 80% van de Joden puur seculier leeft. Misschien mag ik zelf wel zeggen, misschien wel tussen aanhalingstekens, atheïstisch is dat in die zin. Dat heb ik zelf gezegd. Ja, ook ja. Nou, hey. Joodse volk is een van de eerste die seculariseert, al begin 20e eeuw. Ja. En 80% is atheïst of ietsist of agnost. Ik ben ermee opgegroeid. Ja, oké. Okay. Maar zou je dan ook kunnen zeggen, en dan kom ik eigenlijk bij het punt wat ik wil maken, het atheïsme. Zou je nou zo ver ook willen gaan dat je zegt, ja, maar dan is toch eigenlijk dat atheïsme, dat de verwerping van dat paternalistische godsbegrip, die straffende god, die god die homoseksuelen laat stenigen, die een negatief vrouwbeeld heeft, die god, dat godsbeeld waar een atheïst zich tegen verzet. Zou je dan eigenlijk dat atheïsme ook niet kunnen zien als een soort van civiliserende kracht binnen die religies? En als je nou... Ten eerste, het beeld wat jij schetst van een straffende god, vrouwen negatief en zo, ja, dat vind ik ontzettend beperkt. Ik denk van, het is ontzettend veel breder dan dat. Maar goed, stel dat we zo'n Sinterklaas daar boven hebben zitten of zo. Volgens mij zijn er geen Joden te vinden die op die manier naar God kijken. Echt gewoon niet. Misschien 5% die inderdaad ultra-orthodox zijn. Maar zelfs onder de ultra-orthodoxe is het hele idee van God onwaarschijnlijk veel meer sophisticated dan wat jij schetst. Spinoza heeft zijn idee van God manifesteert zich in de natuur en in de wetten van Maimonides. En Maimonides is in 1204 gestorven. Maimonides wordt altijd neergezet als rationalist. Ik denk dat hij ook een mysticus was. Dus ik wil zeggen over hoe het voor mij zit. Ik ben opgevoed door een atheïstische Joodse vader, vrome Joodse moeder. Okay. En ik heb heel lang seculier geleefd. Totdat er twee dingen gebeurden. Ten eerste nam ik een kwart dosis LSD. Okay. Waardoor ik
48 uur zo stoned was als een aap. En echt, echt andere dingen heb gezien. En toen besloot van, oh, het bewustzijn is software. Het brein is hardware, maar het product ervan is software. Ja. Dat was één ding. En ik was een marxistische Reichiaan in een sekte, helemaal dichtgetimmerd. En ik kwam door een vriendje bij een soefiemeester terecht, die ook rationalist en mysticus was. En dat, wat ik bedoel te zeggen is, ik heb ervaringen gehad. Ja. Die, nee, wacht even. Ja, nee, wacht nou. Ik heb ervaringen gehad. Ik snap al niks. Nee, laat me uitpraten. Ik heb ervaringen gehad die in de hele geschiedenis van de mensen op alle plekken in de wereld, door allerlei soorten tijden heen, op dezelfde manier worden beschreven. Dat wil zeggen dat er een groter bewustzijn is, of een eeuwige, iets wat geen coördinaten heeft, waar alles uit voortkomt. Maar ik ben een Kantiaanse jodin. Ik zeg, ik heb die ervaring wel gehad, maar ik kan absoluut niet bewijzen dat dat betekent dat er ook een God bestaat. Oké. Okay. Het hoort tot het menselijk. Korte reactie van Paul en dan heb ik ook een vraag voor Paul. Nee, het hoort tot het menselijk vermogen om bewustzijnsverruiming te hebben en een ander idee. Ja. Nou ja, en dat is. En dat kun je, dat kan ik jou niet duidelijk maken. Dus je kan net, je wel. Heb net je tegen deze meneer gezegd van, waarom neemt u atheïst of niet atheïst of criteur, graag even een reactie. Waarom neemt u geen in LSD? Ik kan waarom het ineens zin. Nee, dit is wat Aldous Huxley noemt de perennial philosophy. Het is een door drugs gestimuleerde bewustzijnsverruiming. En je zou misschien je moeten opwerpen als propagandist van LSD gebruik. Dat heb ik net gedaan. Ja, oké. Okay. Dat heb ik net gedaan. Nou, ik heb net gepleit voor andere drugs waar je niet ziek van wordt en geen gaten in je hoofd. Maar dat is een beetje misleidend misschien, om dat als jodendom toetkoer te presenteren. Het is een hele dat is niet wat ik zeg. Ik ben rabbijn, maar ik zeg dat ook voor de rabbijnen de vraag of God bestaat niet relevant is. En ik ben echt een representant van die 80% eigenlijk die niet is aangesloten. Okay. Er is niet één jodendom. Even een punt, want ik was nog een andere prangende vraag die volgens mij voor Paul belangrijk is om te beantwoorden. Er werd namelijk op een gegeven moment gezegd, ja, er is ook geen bewijs van het tegendeel. We hebben niet een wereld waarin niet geloof kon laten zien. Je kunt niet falsifiëren dat de menselijke geschiedenis minder gewelddadig zou zijn geweest. Ik wil graag dat Paul er even op reageert. Nou ja, dat is het probleem voor mij. Nou ja, kijk, toen aan het einde van de vorige eeuw Nietzsche zei, God is dood, en daar een hele hoop bombarie maakte over het nihilisme, dat we tegemoet zouden gaan en zo. Toen, ik kan me voorstellen dat je dat in die tijd nog denkt van, misschien stevenen we ook wel aan op een enorme crisis. Inmiddels is het zo. Dat is al gebeurd. Nee, inmiddels is het zo. Inmiddels is het zo dat er vele landen zijn waar, Nederland is daar een voorbeeld van, waar de helft van de bevolking aangeeft niet in God te geloven. Is het nou een enorme morele chaos geworden? Ik zou zeggen van niet. Bovendien is het ook zo dat er in andere in voorchristelijke samenlevingen, in samenlevingen waar het jodendom nauwelijks enige invloed heeft, ook daar heb je geordende samenlevingen. Wat ik wil zeggen, dat het heel goed mogelijk is om een geordende samenleving naar mijn smaak hoog te houden zonder de invloed van de religie. Misschien wel beter. Respons van de heer Bolkestein. Mijn vraag is waarom er niemand is die de islam vertegenwoordigt. Dat gaan we zo meteen doen. Komt straks, Frits. En als er niemand is. Straks. Als zit hier op de eerste rij en die gaat zo meteen ook prominent spreken. Geweldig. Dat er is in het voorzien. Geweldig. Dus maakt u zich daar geen zorgen over. Andere opmerkingen of vragen op basis van het gesprek wat we nu hebben gevoerd? Nou, dan is het tot op heden crystal clear. Nee, toch niet helemaal. Even kijken, zeg even wie je bent. Ik hou de microfoon wel voor je. Sebastiaan, is het niet zo omdat religie niet controleerbaar is, je altijd kunt pretenderen dat je de waarheid hebt?
Nee, je hoeft niet te pretenderen dat je de waarheid deelt. Joden pretenderen niet. Dat is ook zoiets stoms. Joden pretenderen helemaal niet dat ze de waarheid hebben. Joden bouwen, dat is net zo goed als wiskunde. Je bouwt een systeem om te leven. En verder laat je de waarheid gewoon... Waarheid hoort bij het christendom. Dit is de weg en de waarheid. En de waarheid maar dat en is gewoon in het jodendom niet het geval. Maar, okay. Maar je kunt natuurlijk wel zeggen, je hebt zelf even gerefereerd aan die ervaring die je zelf had, waarvan je zegt, ja, dat was de software. Voor jou is dat een unieke ervaring. Zeker. Waar je misschien ook wel vervolgens die hardware mee op hebt afgestemd. Waar je bepaalde keuzes wel door hebt laten beïnvloeden. Laat ik zeggen, als ik Joods bezig ben, is het omdat er een aantal, wat ik noem, sociale modellen zijn in het jodendom, die in feite niet zoveel met God te maken hebben, maar die functioneren. Bijvoorbeeld, we hebben vandaag iemand begraven. Vanavond begint de rouwperiode voor dat gezin. En dan gebeuren er van allerlei dingen. Er zijn allerlei voorschriften. Die mensen hoeven niet te koken, ze hoeven zich niet te wassen. Ze mogen 7 dagen mogen ze gewoon in hun rouw gaan hangen. Mensen brengen eten. Iedereen mag komen, ook als je die mensen helemaal niet kent. Je bidt samen, maar ik denk dat bijna niemand denkt van wat lees ik eigenlijk? Want dat is toch in het Hebreeuws, snappen ze gewoon helemaal geen bal van. Maar het is gewoon gezellig en het is goed. Dus dat is een sociaal model. En zo heb je in het jodendom sociale modellen die mensen met rouw helpen. Met opvoeden van hun kinderen, met eenzaamheid, met weet ik veel wat allemaal. Dat zijn de dingen waar het over gaat. Gemeenschap. En wat je denkt en wat je gelooft. Nobody cares. Echt waar. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar het is echt zo. Je heeft ook een vraag. Zeg even kort wie je bent. Ik ben Thomas Milo. De gedachte dat hardware en software dat wel of niet fysiek is, is zeker bij het nemen van chemische middelen om zogenaamd geestverruimende effecten te krijgen, volstrekt misleidend. Dat zijn ook fysieke middelen. En van dezelfde orde als het omgieten van een glas water in een computer. Als je dan nieuwe inzichten hebt, dan... Ja, dat is echt totale lariekoek. En verder krijg je daarmee het idee alsof er een geestelijke dimensie is en die anders is dan een fysieke dimensie, terwijl je eigenlijk alleen maar je eigen verstand ontregelt. En het idee, we kregen daarnet ook alsof je niet de moed zou hebben om dat te doen, dat is ongeveer iemand voorstellen dat je niet de moed hebt om van een brug te springen. Want gedurende de tijd dat je valt, krijg je ook misschien heel andere inzichten. Maar dat doet natuurlijk geen mens. Okay. Nou, dat is trouwens niet waar dat mensen dat niet doen. Zijn mystici doen heel veel van dat soort dingen. Nee, dat is niet waar. Mystici doen wel dat soort dingen om andere ervaringen te krijgen. Die gaan in een grot zitten, soms met deprivatie. Ze hongeren zichzelf uit. Ze gaan ik weet niet wat allemaal. Dus het is dat, zelfs dat is niet waar. Oké. Okay. Dat weet u toch niet? Ik weet het wel, maar u weet het niet, want u heeft het niet gedaan. Ja, is jammer. Goed, ik ga nog een paar mensen achterin de kans geven. Ja. Even kijken, ik probeer u zo te bereiken. Ja, zeg even kort wie je bent. Ik ben student Nederlands in Utrecht. Dat doet verder niet zoveel ter zake eigenlijk. Maar ik vraag me eigenlijk af waar dit debat nou eigenlijk om gaat. Want ik heb een aantal... Altijd goed om dat weer even vast te stellen. Nou ja, we zijn er bijna een uur bezig. Maar u denkt, waar zijn we naartoe? Nou ja, eigenlijk wel ja. Want ik hoor allerlei dingen. Het gaat bijvoorbeeld over tekst uitleggen. Of dat op zou roepen tot geweld of niet. Het gaat over een soort van historische lijn waar religie zit. Toe moeten verhouden. Het gaat over al dan niet bewustzijnsruimingen, ervaringen. Maar ik vraag me eigenlijk af, is er nou een prangende kwestie, zeg maar, waar we het nu over moeten hebben? Dat is, laat dat mij... Gooi je er zelf dan maar eens even in, want u bent hier naartoe gekomen op een warme middag. Ja, staat op de website, ook geïntroduceerd. Nou ja, kijk, zeg maar, het is duidelijk dat de verschillende sprekers hele andere gedachten hebben. Maar kijk, wat ik bijvoorbeeld een interessant punt vind, is wat in het begin werd gemaakt. Namelijk, is een atheïstische levenshouding in moreel opzicht beter dan een religieuze? Nou, laten we daar dan bijvoorbeeld over hebben, weet je. Dat interesseert mij meer dan of bewustzijnsverruiming al dan niet oké is of niet. Ja, ja. Soms heb je een meanderend gesprek om toch tot zo'n inzicht te komen. Maar we gaan hem zeker meenemen. Een korte reactie van u. Ja. Agnes Scherpens ben ik. Ik vraag mij af, als we naar de oorsprong van religies kijken, wat allemaal gebaseerd is op openbaringen, waar geen enkel bewijs voor is. Waar zijn we dan mee bezig? Allemaal zijn eigen openbaringje. En door... epilepsie, zoals Mohammed meegemaakt heeft en Paulus meegemaakt heeft. Allerlei inzichten en fictieve dingen. En daar gaan we alles op baseren. Van daaruit gaan we iets oprichten zonder een normale kennisbron.
openbaringen, ficties. Ik vind Hanni Schermers moet eigenlijk even zeggen wie ze is, Lennart. Maar heel even, jongens, want anders komen we inderdaad tot de vraag waar dit debat heen gaat. En dat is toch wel een terecht punt. Misschien dan toch eventjes, Nahid, tenslotte, want die mevrouw geeft daar wel een belangrijk punt. Die zegt, ja, je baseert je eigenlijk in je geloofsbelevenis. En hoe je dat nou per se doet, dat doet u eigenlijk niet eens zozeer ter zake. Op mensen die openbaringen hebben gehad, waarvan je moet zeggen, ja, hoe is dat nou te bewijzen? Mag ik iets over vragenstelsel? Eén zin hoor, daar ben ik. De vragenstelsel heeft zelf, en dat vind ik erg interessant, volgens mij moet je dat zeggen. Die heeft dus de hele leven eigenlijk een zeer streng christelijke levensbeschouwing gecultiveerd. Maar is daar van losgekomen, eigenlijk een beetje precies de omgekeerde beweging die hij heeft gemaakt naar het. Maar goed. Maar daarom wilde ik het juist even aan het vragen. Ik denk dat je in het leven niet alleen kunt baseren op concrete en bewijsbare oorzaken voor de dingen die je doet of voor de dingen die je gelooft en aanneemt. Het grotendeels van de dingen die je meemaakt in het leven zijn niet bewijsbaar. Het tegenovergestelde is ook niet bewijsbaar. En hier komt de rol van het geloof. Als wij alleen konden geloven op basis van wetenschappelijk beproefde en gekwantificeerde materiële dingen, dan had je ook helemaal geen geloof nodig. Daar gaat het om. Je gelooft ondanks dat er geen bewijs is. En waarom vind je het dan toch ook acceptabel dat daar vervolgens allerlei regels en wetten uit voortkomen die mensen moeten naleven, terwijl dat nog steeds eigenlijk geen enkele grond kent in ratio? Ik denk niet dat mensen dat moeten. Mensen die geloven, die doen dat omdat zij dat willen. Die accepteren dat. Ja. Oké. Mag ik even nog iets antwoord geven? Laatste punt van uw kant. Mijn vader was atheïst en was een hoogstaand mens. Hoogstaand mens. Ik ken ook andere atheïsten die niet zo hoogstaand zijn. Ik ken religieuze mensen die ook hoogstaand zijn, maar meestal minder hoogstaand dan mijn vader. En ik denk, ik wil ook vaak zeggen van leven de seculariteit. Want al dat geouwe hoer over liefdadigheid en liefde en weet ik wat het jodendom en het christendom en de islam en weet ik wat allemaal doet. We zijn pas echt wat opgeschoten met het socialisme en met de seculariteit en met technologie. Dus het is echt veel ingewikkelder. Maar dat al die wetten die voortkomen uit die teksten allemaal irrationeel zijn, dat is nou weer ook niet waar. Dus please lees mijn boek en dan denk je van, oké, we kunnen goed een ander gesprek voeren. Ik wil jullie alle drie heel erg bedanken. Geef ze een hartelijk applaus, dank je wel. En om aan onze student Nederlands een opmerking recht te doen, zou ik zeggen, dat is echt als cliffhanger bedoeld, blijf vooral zitten voor dit tweede deel. Wij gaan introduceren Floris van den Berg. Zijn naam is al even genoemd. En hij stelt deze vraag volgens mij buitengewoon helder. En dat zal hij denk ik ook wel doen in zijn korte inleiding rondom opnieuw atheïsme. Vervolgens zullen reageren Hans-Martien ten Apel vanuit het protestantisme en Aladdin Touhami vanuit de islam. En dan gaan we wederom met z'n drieën daarover doorpraten. En nogmaals, jullie zijn dan ook uitgenodigd voor het opnieuw stellen van vragen of het meedoen daaraan. Floris, mag ik jou vragen om hier naar voren te komen? Floris van den Berg. Zo, jongens en meisjes. Leuk dat jullie zijn. Kijk, de reden dat ik hier ben vandaag, op deze mooie dag, is niet omdat de religie mij interesseert. De religie interesseert me echt helemaal geen ene moer. De reden waarom ik hier sta, is dat ik op wil komen voor slachtoffers. Ik ben een slachtofferdenker. En onder andere, waar geen woord over gerept is, bijvoorbeeld slachtoffers in de islam, slachtoffers in het jodendom, slachtoffers in het christendom. En dan heb ik niet alleen over de slachtoffers van terrorisme, maar ook bijvoorbeeld, net werd even gezegd dat jodendom beschaving is. Maar ik vind het
niet echt van getuiging, van beschaving getuigen als je jongetjes een voorhuidje afsnijdt. Dat is gewoon kindermutilatie en daar hebben we allemaal heel veel respect voor. Maar dat is geheel onterecht. Dus ik sta hier vandaag om te hopen dat wij jongensbesnijdenis strafbaar kunnen maken in zowel jodendom en islam. Dat is mijn hele punt. Maar als we hier allemaal zeggen van oké, we vinden homoseksualiteit prima. We vinden het prima als mensen met elkaar trouwen. We vinden het prima als vrouwen gelijk zijn. We zijn allemaal tegen geweld. Dan is het allemaal kunnen lekker buiten gaan zitten. Want of God wel of niet bestaat, dat doet er eigenlijk niet toe. Ja, ik bedoel, behalve als je natuurlijk intellectueel volwassen bent, dan geloof je natuurlijk niet in een fabeltje, wat dan ook. Want kijk, ik ben filosoof, dus atheïst. Atheïsme is een begin van intellectuele volwassenheid. We kunnen allemaal net doen of we respectabel zijn. Ik voel me een beetje vandaag, ja, er zijn een heleboel atheïsten in de zaal, maar toch een beetje alsof ik een astronoom ben. Die mag spreken op een platform met allemaal astrologenscholen. Zo van, nou ja, ja, wat vindt u daarvan, meneer de astronoom? Bent u voor deze school? Dat is gewoon een categoriefout. We doen net alsof religie of atheïsme ook een geloof. Dat is natuurlijk echt van de zotte, dames en heren. Dus ik schaam me ook altijd enorm om het podium te delen met mensen die niet helemaal intellectueel volwassen zijn. Ik vind het echt voor mezelf echt schaamtevol als academicus ook en als denker om hier te staan. Maar ja, ik sta hier nog maar omdat die fucking joden, oh, dat mocht ik niet zeggen, we moeten heel erg respecteren dat die dus niet met hun poten van de jongetjes af kunnen blijven. Hè? En dat moeten we wijzigen. En zelfs de meest liberale mensen doen dat nog steeds. Okay, dat is mijn eerste punt. Goed. Kijk, ja, nee, maar je denkt dat het een grapje is, hè? Religie is geen grapje. Ik ben dus een epistemologisch atheïst. Religie interesseert me alleen maar in zoverre er slechte kanten aan zitten. En om dan te wijzen dat religie ook positieve kanten aan heeft, dat doet er niet toe. Het gaat mij om de negatieve kanten. Daar gaat het mij om. Zolang de in Iran homoseksuelen worden opgehangen, zolang vrouwen geknecht worden. Religie is een vorm van paternalisme. Ik ben een liberaal, ik sta voor de vrijheid van individu, zo groot mogelijk. Maar dat moet wel betekenen dat ook Joodse jongetjes de recht hebben om hun eigen voorouder te behouden. Ja? En ik ben dus voor dat kinderen vrij behoren te zijn van de religie. Religie moet net zoiets zijn als postzegel verzamelen of behoren tot een politieke organisatie. Ik zie dat hier wat VVD-mensen in de zaal zitten. Stel dat je ouders VVD'er zijn, prima, kan gebeuren. Zijn erge dingen op de wereld. Maar dan is het toch niet de bedoeling dat jij dan zegt, ja, hoor eens even, jij bent nu in dit nestje geboren, jij bent VVD'er, jij gaat naar een VVD-schooltje. En wij hebben sindsdien ook, wij vinden ook dat we een tattoo van, I love VVD, op mijn schouder moeten. Dat zouden wij toch echt hopelijk allemaal immoreel beschouwen. Dus kijk, we hebben het over ethisch. We hadden het al even over ethisch, maar als je dus Jood of moslim bent en je spreekt je niet uit over jongensbesnijdenis, ben je gewoon immoreel. Laatste puntje eventjes over ethiek, over religie en ethiek. Ze houden zich altijd bezig met die meest irrelevante dingen. Ze zijn gewoon één grote seksuele obsessie. Religie gaat over seksuele taboes. Over vrouwen moeten geknecht worden, homoseksuelen moeten geknecht worden. Masturbatie is vaak een taboe. Kom op mensen, er zijn belangrijke dingen in het leven. Laten we het leven vieren. Ja, we hebben het nooit, als je met gelovigen hebt, gaat het nooit over de echt belangrijke dingen in het leven. Het gaat nooit over de ecologische crisis. Nog een keer over jodendom, dat rituele slacht. Dus je mag, we hebben allemaal dierenwelzijnswetten. Je moet een beetje aardig zijn voor dieren. Ja, dat zijn jullie niet zolang je vlees eet. Maar je mag nog een beetje onaardiger zijn voor dieren als je jood of moslim bent. En dan moet je dan ook nog respect voor hebben. Nou, dames en heren, het is uit met dat respect. Dat moeten we, daarom sta ik hier. Het is afgelopen daarmee. Klaar over nu. Dank u. Proost, dank je wel. Dat was een helder statement in een korte 5 minuten, dankjewel. Hans-Martien ten Apel, jij bent universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. En jij ontving in 2014 een research fellowship in Princeton, waar je naartoe bent gegaan. Jij schrijft ook regelmatig en je publiceert regelmatig. En jij neemt ons mee in het protestantisme, want dat is waar jij hiervoor staat. Ga je gang. Ja, inderdaad. Dank. En ik ben heel blij dat ik niet namens het protestantisme hoef te spreken, want dat zou behoorlijk ingewikkeld
beeld zijn. Ik denk, als je 10 protestanten naast elkaar zet, dat je 10 verschillende invullingen krijgt van het protestantisme. Dus ik ben blij dat ik mag spreken over mijn beleving van het protestantisme. En dan heb ik eigenlijk 3 dingen die ik naar voren zou willen brengen. Het eerste is dat ik mij vooral protestant-christelijk voel. Laat ik dat even toelichten. We hebben vorig jaar 500 jaar reformatie herdacht. En dat roept, zo'n gebeurtenis roept onherroepelijk de vraag op. Hoe staan we ervoor bij het protestantisme? En wat hebben we bereikt? En waar staan we op dit moment voor? En waar zouden we in de toekomst naartoe willen? En dat zijn allemaal moeilijke vragen. En vandaar dat ik zelf er zo in zit dat ik... Een verschil zie tussen wat conservatievere protestanten en katholieken enerzijds en wat liberalere protestanten en katholieken anderzijds. Dat is dus een andere scheidslijn dan de traditionele tussen katholieken en protestanten. En bij deze scheidslijn voel ik mij dan op dit moment in ieder geval meer thuis bij de wat conservatievere protestanten en Rooms-katholieken. Een van de dingen, en dat is het tweede punt die ik heb geleerd van het katholicisme, die ik waardevol daarin vind, is dat het een soort natuurrechtelijk kader aanbiedt waarbinnen je je leven kunt vormgeven, zowel privé als publiek. In de katholieke kerk komt dat heel mooi tot uitdrukking, iets duidelijker dan in de protestantse kerken, geloof ik. Doordat je enerzijds een catechismus hebt van de katholieke kerk, dat gaat zeg maar over alle doctrines en over je persoonlijke geloof. Maar daarnaast heb je ook een compendium van de katholieke sociale leer en dat geeft de vertaling eigenlijk naar de maatschappelijke vraagstukken toe. En die beide zijn ongeveer even dik en dat betekent dus dat als je zo in die christelijke traditie staat, die wat conservatievere protestantse en katholieke traditie, dan is dat daarmee eigenlijk het centrale richtinggevende principe in je leven, van waaruit eigenlijk al je verdere denken en als het goed is ook handelen voortvloeit. En dat brengt mij tenslotte op het derde punt. Want als je voor jezelf dan merkt hoe centraal dat geloof voor jou is, zowel privé als in het publieke leven en het denken daarover, het maatschappelijke, politieke leven, dan gun je dat ook aan anderen om de richtinggevende principes die zij erop nahouden ook te kunnen beleven en te kunnen uitleven. En dat betekent dat ik denk dat het protestantisme in het bijzonder van ouds een antenne heeft gehad voor de godsdienstvrijheid. En daar wil ik 2 dingen over zeggen nog tenslotte. Richting de moslims, dat is een actueel onderwerp. Er verschijnen de laatste tijd hele mooie boeken over hoe je, juist als je overtuigd bent van je eigen christelijke uitgangspunten, ruimte zou behoren te maken voor anders gelovigen. En ik noem dus in speciaal even moslims op dit moment. Er is een prachtig boek over van Matthew Kamink, over Christian hospitality in an age of Muslim immigration. Dat probeert te doen. Tweede uitwerking is richting mijn atheïstische collega's. Ik heb in de aanloop naar deze bijeenkomst met veel plezier een aantal recente publicaties van met name Paul Cliteur gelezen. Floris, jij komt ook aan de beurt, maar ik, op een gegeven moment was de tijd op. En ik vind dat ik hou van overtuigde mensen. En dus ook als het overtuigde atheïsten zijn. En ik vind ook dat Paul door zijn hele werk heen eigenlijk, maar ook in zijn recente boek bijvoorbeeld In Naam van God, belangrijke zaken agendeert. Dat zie ik als iets waardevols. En ik geloof dat als we verder willen met onze samenleving, met ons samenleven,
Dat we met elkaar in gesprek moeten zijn vanuit het natuurrecht en het cultuurrecht, zoals hij dat noemt. Maar dat we elkaar nodig hebben. Daar wil ik het bij laten. Goed, dankjewel. Hans Martin ten Apel. Aladdin Touami, dames en heren, die gaat als moslim hier een presentatie houden. Hij deed mee aan het programma van de EO Thijs en de Ramadan, dat heeft hij misschien gezien. Maar hij is ook initiatiefnemer van het Huis van Vrede in Almere. En als voorzitter van AISA NGO heeft hij ervoor gezorgd dat de Verenigde Naties Dag van Vrede, 14 mei, is dat uitgeroepen, jaarlijks wordt gevierd. En dat gaat nu voor het eerst dit jaar gebeuren. En aan jou de vloer, ga je gang. Goeiedag iedereen. Ik ben een van de initiatiefnemers, niet de. Er is niks op aarde dat je alleen kan doen. En ik denk dat het begin is voor vandaag ook. Mijn intentie is hier niet om tegen ideeën van anderen in te gaan, om tegen de andere collega-sprekers in te gaan, maar om mijn bijdrage te leveren, om het debat te verrijken, dat iedereen naar huis kan gaan, inclusief ik, met nieuws, met iets ruims, waar het bewustzijn wellicht van kan groeien. De islam. Vandaag, ik voel dat het debat dat hier plaatsvindt, vooral eentje is die gebaseerd is op wat mensen lezen, soms half lezen, soms niet volledig, in zijn volledigheid bekijken, en het een verstandelijk debat is. Daarom is het ook belangrijk om, als we dan het gesprek en vraagstukken zoals de universele waarden, gelijkheid van geslacht, de gelijkheid, sacraliteit van het leven. En als we daarin een of andere religie verwijten dat die daarin tekort schiet, dat we dat ook met bewijzen staven. Ik heb die bewijzen niet allemaal bij me, maar ik heb ze opgeslagen in mijn eigen geheugen. En zal daar ook soms mee kunnen beginnen. Dus als we zien, de vraag die net door een jongen was gesteld, door meneer. Als het gaat, wat is nou de bedoeling van het debat nou eigenlijk? Wat is nou het atheïsme en het theïsme? En om te beginnen, de islam, de geloofsbelijdenis van de islam, zegt: Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ik getuig dat er geen God is. Dus het atheïsme is de helft van de islam. Ik getuig dat er geen God is, want pas na de ontkenning kan er een bevestiging komen. Dat is een belangrijk aspect. De vraag die ik eerder heb is mijn atheïsme of mijn, wat kunnen we zeggen, religiositeit? Nee, geen religiositeit. Het gefriemel met het pretenderen de waarheid te bezitten. Nee, is het atheïsme en het theïsme, het monotheïsme, is dat een oprechte iets of is het alleen maar een erfenis of is dat een tegenreactie? En daar zit de vraag. Daar zit voor mij de uitdaging van vandaag. Zijn wij hier vanuit onze achtergrond, vanuit onze oprechte overtuigingen, op zoek naar antwoorden voor de uitdagingen die we hebben als mensheid, als samenleving? En wat hebben we dan te bieden? Het beste van wat je te bieden hebt. En laat de mensen, de gemeenschap, tot iets komen waar we mee verder kunnen. Dat is de vraag. Dus als we het hebben over uitdagingen van besnijdenis, dan moeten we heel duidelijk zijn dat een oud-Egyptisch gebruik is, bijvoorbeeld. Een oud-Egyptisch gebruik, die door Abraham in zijn ontmoeting met de oud-Egyptische, het oud-Egyptische volk, of de farao, wil je het verhaal volgen, heeft dat meegenomen. En dat is via dus de Semieten door de kinderen van Isaac en de kinderen van Ismaël overgenomen. Maar het is helemaal geen religieuze zaak. Het is een cultureel gebruik. En zo zien we dat ook terug in India. Ik ben persoonlijk, ik ben sinds kort getrouwd en ik zeg tegen mijn vrouw, ik vind dat mijn kind, als hij 18 is, moet hij zijn lichaam zelf beheren. Daar ga je toch niet voor bemoeien. Maar goed, er zijn mensen die dat anders vinden. En dan moeten we kijken naar ieder zijn gelang, zijn eigen bewustzijnsvermogen. Wat is ons bewustzijnscapaciteit? En daar komt de boodschap van de profeten, van zowel Mozes als Abraham, als Jezus Christus, als de profeet Mohammed en noem maar op, Boeddha, Lao Tse. We zijn niet de enige op aarde. Die geven de mensen instrumenten, mogelijkheden, zonder drugs, maar gewoon met innerlijkheid, met oprechte zoektochten en het dienen van de mensen zonder belang, om het bewustzijn te kunnen verruimen, om het bewustzijn, om die verticaliteit op te zoeken en om niet te leven in de horizontaliteit. Want zodra een religie alleen maar in zijn horizontaliteit wordt beleefd, dan krijg je ook horizontale problemen die je terugziet in de wereld. Dankjewel. Oké, dankjewel. Ga meteen zitten.
Mag ik ook de andere twee sprekers vragen? Wil jij, Floris, in het midden komen te zitten? En dat geldt ook voor Hans Martien. Nou, als jij naast Floris wil zitten. Laten we maar meteen even stevig van wal steken. Want Floris die heeft er geen, misverstand over laten bestaan. Hij geeft eigenlijk aan, nou ja, ik beschouw het hier zitten sowieso als toch best wel vervelend. Want waarom zou ik mij moeten verantwoorden? Eigenlijk moeten de godsdiensten dat doen. En die verantwoording die zou er vooral uit moeten bestaan hoe je eigenlijk kan leven met de gedachte dat er geen evenwicht is tussen man en vrouw. Dat er besnijdenis plaatsvindt voor jonge kinderen. Kortom, eigenlijk allerlei immoraliteit die in naam van die godsdienst worden beleden. En je hebt daar zelf kort al even wat over gezegd. Maar misschien dat je daar toch nog wat explicieter op in kan gaan. Ja, er zijn de laatste tijd onderzoeken ook gaande in Egypte, Tunesië, van de nota bene moslim theologen en geleerden, die zeggen, en met name ook feministen, die zeggen dat het hele, die hele, dat is een hele mannencultus, het aanbidden van de man. Hè? Dat het mannelijk bloed is sacraal en dat moet besneden worden. En dan kun je, er wordt een hele, er is een, er zijn, we hebben te maken met rituele gebruiken die van een ver antieke ideeën komen waarin de man wordt verheerlijkt en de vrouw wordt achtergesteld. Dat zijn dus gebruiken die ik ook voor islam bijvoorbeeld, waarin meisjes werden begraven, levend begraven, omdat er een mannencultus was. Profeet Mohammed is het eerste wat van de gebruiken die hij heeft, om maar even een punt af te maken, die hij heeft afgeschaft. Maar ik zal je vertellen, er zijn ook heel veel gebruiken en culturen die bij de Arabieren gangbaar waren, die de profeet met rust heeft gelaten, omdat ze niet zozeer het leven beschadigen. Maar daar waar de heiligheid van het leven in gevaar komt, nee, daar zijn wetten voor. En godzijdank. Ja, maar hij is wel een pedofiel natuurlijk, dat hij Mohammed, dat hij met een minderjarig meisje trouwde. En dat is toch een rolmodel in de islam, is een pedofiel. Dat is toch een beetje raar. En een rolmodel in monotheïstische religie is Abraham die zijn zoon wil vermoorden. Dus je hebt een potentiële moordenaar en een pedofiel, die zijn rolmodel. Nou ja, daar sla ik me de broek van af hoor. Neem gewoon de mensenrechten en ga. En kijk, religies zijn fanclubs, leesclubs van één boek. Nou ja, ik heb de Bijbel ook gelezen met God droog, de Koran kom ik niet doorheen. Er zijn leukere boeken, zelfs Harry Potter. Leuker en waardevoller dan de Bijbel. Waar de vraag is, er wordt vaak gezegd, pedofiel, oorlogzuchtig, de islam is met het zwaard verspreid. Dat zijn allemaal de orientalistische wetenschappelijke stroming. Ja, maar luister, trouw je niet met een meisje van minderjarig of niet? Die probeert, je kruipt eronderuit. Die probeert vanuit een vijandige houding, die altijd de vijandschap tussen het westers denken hier en die van tegenover het islam. Was hij een pedofiel of niet? Ik was geen pedofiel, zeker niet. Nee, jij niet, hij. Jij aanbidt een pedofiel. Ik aanbid geen pedofiel. Nou, jawel, je zegt en hij is geen pedofiel. Ja, dus en, wat is de definitie van pedofiel? Maar, als je trouwt met een minderjarige, is een pedofiel. Laat hem even uitpraten, ja. Want we moeten hem niet in de hoek te drijven. Gewoon nee. Luisteren naar wat hij zegt. Ja, kijk, als je ligt. Wat zegt u? Ga je gang. Ja. Kijk. Allereerst, als we het hebben over bronnen. Waarschijnlijk twijfelt u zelf ook over heel veel dingen of überhaupt Mohammed heeft bestaan en wat hij heeft gedaan. Dus als we al twijfelachtigheid hebben rondom zijn bestaan en rondom de gebeurtenis van zijn leven, waarom dan wel dit punt nemen? Ja, dat is dus een pedofiel of wat dan ook. Dus wees dan ook duidelijk als onderzoeker, als wetenschapper daarin. Dat is één. Tweede is je kunt de gebruiken van deze tijd en noemen, natuurlijk vandaag de dag, een meisje van 16. Dat is geen meisje waar je mee een huwelijk gaat consumeren enzovoort. Maar je kan niet met de bril van vandaag alles proberen te bekijken in die tijd. En dat zeker niet in 5 minuten met alleen maar de bedoeling om op dingen te torpederen en aan te vallen. Laten we naar de werkelijkheid kijken, naar de geschiedenis. Wat komt hij ons vertellen? Wat heeft de profeet Mohammed aan waarde gebracht als hij in zijn geen tijd zak zegt dat we allemaal van Adam zijn en Adam van aarde en dat alle mensen gelijk zijn als de tanden van een kam? In die tijd, u heeft het over mensenrechten. Waar zijn die mensenrechten uit de hemel komen vallen? Of zijn ze een ontwikkeling van de in mensheid islam als een bewustzijn? De mensenrechten zijn ontwikkeld, waarin de mensheid steeds langzaamaan steeds volwassener wordt, mede dankzij alle beschavingen. We kunnen niemand uitsluiten. Hans Martien, het wordt natuurlijk toch ook, denk ik, de vinger gelegd. Enerzijds kun je zeggen, ja, het zijn oude gebruiken, het zijn oude geschriften, die moet je op moderne manier interpreteren. Anderzijds, ik denk dat Floris dat elke keer opnieuw probeert te agenderen, er wordt toch in naam van
geredeneerd in naam van die geschriften gehandeld. Mm-hmm. Ja, nou, wat ik daarnet al eventjes liet doorschemeren, is dat ik denk dat nou goed, ik had dus Paul Cliteur in het bijzonder gelezen, maar ook wat Floris hier vanmiddag naar voren brengt, op zich misschien belangrijke zaken zijn. En het voorbeeld dat ik het meest concreet voor ogen heb, omdat ik de boeken van Paul dus heb gelezen, is het geweld, de vraag naar het geweld. En dat lijkt mij een heel belangrijk thema. En ik geloof dat binnen theologische tradities, waaronder de christelijke, daarover nagedacht wordt. En voor zover dat te weinig gebeurt, over nagedacht moet worden. Alleen dat het op de een of andere manier, vooral vanuit die theologische traditie zelf zal moeten komen. Het is heel lastig om dat als het ware van buiten op je te nemen. Dus je kunt wel de vragen formuleren, en dat vind ik de grote verdienste, zeker als het om het geweld gaat. Voor het overige, ja, dat zal binnen die tradities moeten gebeuren. Maar laten we het even checken bij Floris. In beide gevallen, de een zegt het op zijn eigen manier, de ander op zijn eigen manier. Al het moment dat die godsdienst zich ontwikkelt, innoveert, kunnen een heleboel van jouw kritiekpunten misschien wel worden opgelost. We kunnen even een checklist doen. Dan laten we de voorruitjes eraan zitten. We accepteren homoseksualiteit. Accepteren dat mensen buiten hun religie trouwen. Accepteren dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Accepteren de wetenschap. Als we dat allemaal doen, ja, dan ga ik nu buiten een alcoholvrij biertje drinken. Maar ik heb een vraag. Reageer er even op. Dat soort van voorwaarden, van vernieuwing in een religie. Ik reageer niet per se op iemand. Ik denk op mijn punt met het middelpunt. Dan kan iedereen nemen wat hij wil. Als het gaat om hier, ik vertel van wat ik te bieden heb. Ik hoor veel dat er vooral tegen wordt gesproken. Maar wat heeft u te bieden? Welke waarden, welke nobele ideeën heeft u te delen? Ja, en dan, heb ik toch net dan. Nee, maar de vraag is nu volgens mij heel reëel. Ja. Dat je zegt, jij vertegenwoordigt een religie. En je nogmaals, met alle respect, jij staat daarvoor. En je zegt dat op een mooie manier. Maar ik ben getuige van. Erken jij ook. Er zijn wel moderniteiten die we moeten overnemen. Het begint al met dat voorbeeld van die voorhuid en die besnijdenis. Ja, en Floris maakt die lijst langer. Maar is dat een moderniteit? Vind jij dat je dat inderdaad zou moeten uitdragen? Vind je inderdaad dat dat betekent dat jij ook bij moet dragen aan een debat binnen de islam, bijvoorbeeld over de modernisering van al deze wetten en opvattingen? We kunnen niet spreken van de islam. De islam heeft zoveel scholen en stromingen die altijd hebben bestaan. Maar die helaas vandaag de dag door die oppervlakkige blik die wordt gewerpt op islam lijkt alsof het gaat om één school, één denkschool. Terwijl we vergeten dat Maimonides, waar net over gesproken is, die heeft in Andalusië gebloeid. Die heeft in Fes gestudeerd met islamitische collega-filosofen. Dus ik praat, ja, dat kan. Dat was dus de vrijheid die hij had. Dat was de vrijheid die hij had te midden van een islamitische gezelschap. Dus kijk. Wat hebben we bij te dragen? Noem het moderniteit. Waarom moderniteit noemen? Het is. Nou ja, het kan toch ook over jouw eigen rol gaan. En dat is misschien waar Floris jou ook op aanspreekt. Het debat vindt plaats. Er zijn altijd verschillende denkscholen daarin. Er zijn denkscholen in de islam die zeggen, ja, de vrouw die kan imam zijn. Die kan het gebed leiden. En er zijn zij die zeggen, dat is niet zo. En wat vind jij? Dus ik, mijn mening, ja? Mijn persoonlijke mening. Mij kun je ervan uitgaan dat ik Hollandser ben dan jij bent. Begrijp je? Maar, wat betekent dat? Waarom? Dat betekent dat ik niet alleen maar verdraag, mm-hmm. maar dat ik ook probeer te leren van wat je hebt. Mm-hmm. Dus dat ik niet alleen maar. Ik praat niet alleen maar mee wat vandaag populair is, maar ik durf ook te staan van wat mijn eigenheid is. En daarin is de vraag: maar gaan we dat toe-eigenen als Hollands of Europees of Westers? Of zijn wij niet allemaal erfgenamen van de mensheid zelf? En kunnen we de vruchten plukken van die zijn gegeven? En waar nog verandering en waar nog verbetering moet komen, dat doen wij. Want alles is uiteindelijk mensenwerk. Mm. Al die religies zijn uit de monden van mensen gekomen. Maar, en dat zijn wij ook. Wat voor vruchten leveren wij als wij kritiek hebben op wat onze voorgangers misschien niet goed hebben gedaan? Maar wat leveren wij, wat dragen wij bij aan de wereld van vandaag? En dat vragen we je dus net de hele tijd. Een huis. Ja, een huis van vrede. Maar wat doet u? Ik geef wel antwoord op wat hij zegt. Ik wil wel antwoord geven op wat hij zegt. Maar in welk welzijn. Als hij zegt, ik ben bijvoorbeeld
niet voor de vrijheid van religie. Ik ben voor de extreme vrijheid van meningsuiting, maar niet voor de extreme vrijheid van religie. Waarom? Omdat ik een onderscheid maak tussen ideeën en praktijken. En zodra praktijken gewoon vrouwenonderdrukking, homo-onderdrukking, minderheidonderdrukking, weet ik wat allemaal, dan vind ik dat de staat moet ingrijpen. Ik kan bewijzen geven. Hoe kan het zijn dat twee eeuwen nadat de Levantstreek, Syrië, Libanon, Irak, twee eeuwen nadat het onder de kalifaat viel van die tijd, dat het twee eeuwen lang dat de moslims daar een minderheid waren. Hoe kon die christendom daar zo lang leven? En nog altijd zijn ze aanwezig. Dus, nee, maar nog altijd zijn ze aanwezig. Mevrouw. Antwoord, dat is wel waar. Ze zijn nog altijd aan. Nou, we gaan even naar hier achterin, want daar komt ze ook zijn er een, nog altijd. Vraag. Er zijn nog kopten, er zijn nog ja, we hebben een vraag achterin. Zeg even wie u bent. Ja, ik ben Soumaya Saleh. Ik ben een islamitische theologe en een politicoloog. Ik richt me even tot de heer Touhami. Als ik naar u luister, krijg ik een wrange nasmaak van wat u allemaal zegt. U doet mij denken aan Tariq Ramadan. Durft u, kijk, het is hier wit, er zijn heel weinig moslims aanwezig. Durft u wat u nu zegt ook te zeggen in een publiek waar alleen maar moslims aanwezig zijn? Absoluut. Want u verwees zojuist naar bijvoorbeeld, u gaf uw eigen mening over bijvoorbeeld besnijdenis in de islam. Als u naar de moskee zou gaan in Den Haag, die gezien wordt door bijna iedereen als de gematigde moskee waar ik in het bestuur heb gezeten, en dat zou uitdragen, zou u de volgende dag niet eens welkom zijn. Omdat u namelijk niet naar de bronnen refereert. En als u zegt, ja, het zijn de Orientalisten. Meneer, de islam heeft de verlichting nog niet doorlopen. En dat moet gebeuren. De vader van de verlichting is Averroes. Nee, Averroes Ibn Rushd, die werd verketterd. Ja? Dat kan. De islam, dat u en Tariq Ramadan verwijzen daarnaar. U bent een verketterd apologeet. U kent de islam niet. Ik hoor dat u de islam niet kent en u verwijst, het is heel makkelijk om te verwijzen, er zijn verschillende stromingen, er zijn verschillende bronnen, dat klopt. Waar staat u dan voor? Waar staat u voor? Wat draagt u uit? Waar ik voor sta en wordt het geaccepteerd door de meerderheid? Hier in Nederland als in Saudi-Arabië of Egypte. Er was een man, Nasser Abu Zaid, die pleitte voor het herinterpreteren van de Koran. Wat gebeurde er met hem? Hij werd vervolgd in eigen land. Ja. Hij was geen Orientalist. Maar, korte reactie, ja. Tuurlijk. Ik vind het bijzonder dat u al kunt oordelen over waar ik kennis over heb of niet, binnen dat ik 5 minuten hier met jullie zit. Dat ik word vergeleken met Tariq Ramadan, dat is uw keuze, maar ik zie geen herkenningspunten tussen mij en hem. Ik zeg mijn woorden overal. Ik heb geen behoefte aan aanhang of macht, of ik ben geen imam. Ik heb geen aanhang, geen volgers. Ik spreek hier vanuit mezelf. Ik ben als burger, wereldburger en een Nederlands burger, ben ik mijn bijdrage aan het leveren. Maar als het gaat om de minderheden, inderdaad, wordt dit door de meeste moslims gedeeld? Misschien niet, dat klopt. Maar wil dat zeggen dat het niet terug te leiden is naar islam, wat ik zeg? Dat is niet zo. We kunnen niet het volkse geloof, dat ook binnen het christendom bestaat, binnen het jodendom, het volkse manier van aanhangen van dingen, toch niet vergelijken met mensen die de bronnen bestuderen en die innerlijk ook spiritueel getuigen van deze boodschap. Maar Aladdin, dat is volgens mij 1 praktische vraag waarop een heel helder antwoord mogelijk is van jouw kant. Ja. Namelijk, vind je nou zelf dat je daarin het voortouw zou moeten nemen als het om die vernieuwing gaat, of die modernisering, of hoe je dat nou noemt? Wat is jouw eigen rol? Dat is de vraag. Mijn eigen rol is, ik heb bijvoorbeeld in Almere hebben we een huis van vrede opgezet. Een huis waar alle culturen, kinderen, jongeren van alle culturen met ecologie bezig zijn. Hun eigen leer, dat tomaten niet uit Albert Heijn komen, maar uit de grond. We hebben laatst Pasen gevierd, afgelopen maandag, met christenen, moslims, atheïsten, samen Pasen gevierd, om het te delen met elkaar, naar voorbeeld van de profeet Mohammed. Dus ik kan u zeggen, wat ik probeer te doen hier, is door wat de traditie van de boodschap van de profeet Mohammed mij aan bewustzijn heeft kunnen voeden en voedt, nog altijd, probeer ik daar in het beste een welzijn om mij heen te scheppen. En dat is ook in mijn gedrag. En als ik dus ben voor rechten van mensen, van homo's, voor gelijkwaardigheid van alle culturen, alle soorten mensen, dan moet dat ook in ons gedrag kenbaar zijn. En hoe gaan we met elkaar het gesprek aan? Zijn we elkaar aan het aanvallen de hele tijd? Of luisteren we naar elkaar? Dus uw nobelheid ervan, dat u pretendeert, maar die zie ik niet eens terug hier in ons gedrag met elkaar. Kijk hoe we met elkaar omgaan. Dan ga ik nu wel weer een vraag aan iemand. En misschien zijn er anderen hier ook. Die mogen zo meteen zeker ook wat zeggen. Ja.
spijt me, u krijgt vandaag toch echt even de aandacht. Dus ook van mij een vraag voor u. Mijn naam is Suzette, ik studeer op de UvA. En dat is belangrijk om te vermelden, want er is een opkomend islamitische vereniging die zich wil uitbreiden tot de UvA. Die is momenteel actief aan de VU. Ik wil dat van harte voorkomen. En ik hoor u heel veel dingen zeggen, maar mijn vraag is aan u. Bent u er net als ik van overtuigd dat de islam toe is aan radicale hervormingen? En u zei zojuist, de witte mensen, maar ook mensen met een kleur zijn niet gelovig. En ook mensen net als ik, met eigenlijk een islamitische achtergrond, zijn ervan overtuigd dat de islam toe is aan hervormingen. Kunt u dat in één zin uitspreken? Want alles wat u zegt, want u ontwijkt vragen, u loopt eigenlijk langs het debat heen met uw woorden. U kunt de video terugkijken en dan kunt u morgen zien dat ik niks ben ontweken, maar dat ik gewoon nee, dat doet u wel. Dat doet u wel. Maar het zou fijn zijn als u dit gewoon kunt uitspreken. Ja, de profeet Mohammed heeft gezegd dat elk 100 jaar stuurt God iemand in de islam die haar komt hervormen. Dus de notie van hervorming is iets wat de profeet Mohammed altijd heeft aangekondigd. Toch leuk, die sprookjes. Geloof je daar echt zelf in? Ja, ik bedoel, of ben je nu serieus? Maak je een grapje. Hij is vandaag aanwezig. Die Okay. Rustig. Amin, rustig. 2018. Ja? Wij zijn moslims, maar we leven vandaag in Nederland. Ja, maar je gelooft in een sprookje. Nee, maar ik was nog antwoord aan het geven op mevrouw. Ik vind het prima, maar dan wil ik wel eventjes dat u gaat staan en dan kan ik u ook even geluid geven. Zeg even wie u bent. Ik ben de broer van Aladdin. Ik ben mede-initiatiefnemer van Huis van Vrede. Excuus dat ik misschien doorheen ga. Wij moeten steeds wachten op die ene heilige man komen of heilige vrouw. Met alle respect dat ook kan zijn. Die allerlei volgers moet hebben, die pas invasies moet doen. Wij zijn de verandering vandaag. Wij kunnen het feit dat we naar elkaar vandaag kunnen luisteren, zijn wij, belichamen wij de verandering. Maar kun je. Naar de moslims kijken, in de moskeeën ook. Waar we misschien niet wel. Maar vertel even. Nu je dan toch staat. Nu je dan toch staat. De verandering waar u volle recht hebt, net als ik. Waar u niet minderwaardig bent dan ik. Maar dat zegt dus dat ik dat nu wel. Nee. Als u het gevoel. Dat is mijn. Kijk, ja, klopt. Er zijn mensen die u misschien niet tolereren. Er zijn mensen misschien die mijn idee niet tolereren. Misschien er zijn mensen die. Maar wees even expliciet. Floris heeft denk ik al een paar. Nou, denk ik inmiddels een kwartier geleden. Een paar heldere voorbeelden gegeven. Van die zegt. Hoe staan jullie daar nou in als je kijkt vanuit die moderniteit van het veranderen van je geloofsopvattingen. Of de praktijk van die geloofsopvattingen? Wat zeg je dan zelf? U zegt het goed, wat zeg je zelf? Als je het aan mijzelf vraagt, is één. Maar als u verwacht van mij dat ik namens een groep ga. Dat hoeft niet, maar wat vind je zelf? Laat dat duidelijk zijn. Wat ik zelf vind dat iedereen recht moet hebben om zijn eigen lichaam te beheren. Om zijn eigen seksualiteit te delen met wie die wilt. Om zijn eigen vrijheid te uiten. Geloof me, religie is echt soms een obstakel in de ontwikkeling van een mens. Echt waar. Als je alleen maar religie baseert op de praktijken, dan is dat zo. Als je de religie baseert op de rituelen van de feestdagen, van de momenten, van de sociale contacten. Geloof me, ik zeg soms tegen mijn broederschap waar we ook samen bidden. Ik zeg, weet je, als we het hier alleen maar doen om die gezelligheid. Geloof me, was ik lid van een motorclub die atheïst is of zo. Dan had ik het evenveel vrienden kunnen maken. Evenveel sociale contact. Maar wat is datgene wat mij echt voedt? Dat kan in de islam zijn. Wie zegt dat ik niet gevoed word door het boeddhisme? Wie zegt dat ik niet gevoed word? Ik ben vandaag de Nederlander van vandaag, van 2018. Waar we het samen kunnen zoeken. En ik heb het idee dat we soms strijd met elkaar moeten voeren om de verandering te bewerkstelligen. Nee, we kunnen het met samenwerken. Als je atheïst bent en je wilt naar een betere mens in de wereld, ga dan hand slaan in plaats van alleen maar de ander aan te vallen. Je mag kritisch zijn naar de gebruiken van Jezus, van Mohammed. Misschien daar ben ik op sommige dingen ben ik ook kritisch tegen. Maar ga de samenwerking in plaats van alleen elkaar aan te vallen. Excuus voor het. Dankjewel. Oké. Okay. Ja. Dan gaan we dat dit aanvallen heet, want in islam wordt aanvallen nog als anders gezien. Nou, maar je kunt nu wel even reageren op wat hij net heeft gezegd. Wat vind je daarvan? We hebben als hij zelf zegt van tegen jongbesnijders, ik vertaal hem even voor het homohuwelijk, dan zijn we eigenlijk grotendeels klaar. Dat moet alleen nog even uitgerold worden. Nee, maar dat zeg je, dat moeten we uitrollen over de rest van. Gaat hij nog iets anders brengen van wat we tot op heden. Ja, u mag zo meteen. Ik denk het van wel. Voor het eerst. Zeg even wie je bent.
Ik ben Bashir Azizi, ik kom oorspronkelijk uit Afghanistan, uit een islamitische land. En wat ik wil graag zeggen is dat we moeten niet aan hem vragen, wat vind jij dat dan? Moeten wij kijken, wat gebeurt namens de islam in de wereld? En hij begon eigenlijk, dan moeten wij juiste verhalen vertellen aan mensen. Hij begon met de eerste pijler van de islam. En hij heeft de helft van het verhaal verteld. En hij heeft gezegd, la ilaha illallah. La ilaha is geen God. Maar hij heeft niet gezegd, de enige God die islam alleen kent. En de andere, alle goden zijn eigenlijk geen echte God. En dan moeten we, als jij hier bent, dan moet je juist het verhaal vertellen. Want die mensen kunnen geen Arabische taal. Dan als moeten we waarheid eerst vertellen. En ik kom uit Afghanistan. Als jij de helft van het verhaal vertelt, er is geen God, dan koop je kost, hoofd gewoon. En dan direct honderden mensen op dit moment, omdat ze hebben ooit gezegd of twijfelden aan God, worden stenigd. En in de Koran staat ook duidelijk, alif lam mim zalik al kitab la rayba fi. Dat betekent, het is het boek, mag geen twijfelen. Als je helemaal mag twijfelen, kun je niet daarover praten. Dus als je komt hier, dan moet je juist een verhaal vertellen aan die mensen. Aan die, wat de islam is, misschien zijn goede verhalen daar, maar wat gebeurt eigenlijk namens de islam? Elke week worden tientallen vrouwen stenigd, omdat ze eigenlijk met iemand vreemd gaan, of een vriend heeft. Zonder dat de imam bijvoorbeeld heeft predikt dat ze man en vrouw zijn. Alleen omdat ze van elkaar vinden. Maar wie wordt stenig? Alleen die vrouw. Nooit een man. En dat zijn de praktijken misschien in een islamische staat. Misschien dat je moet vier mensen bewijzen en heterdag betrapt worden. Dan kun je nooit zo een bewijs vinden. Maar wat is de praktijk? Oké, dank u wel. Dat is dus het gedrag van mensen. Dus we zien... Wat we zien dus is... Komt zo bij u. We gaan eventjes nu hier weer terug aan het bellen. Dan krijgen we een paar mensen in de zaal weer de gelegenheid. Wat we dus zien is dus... Er wordt, ik heb niet het halve verhaal verteld. Ik gaf net alleen een voorbeeld. We hebben korte tijd. Het is de praktijken die in Afghanistan plaatsvinden. In Turkije, in Irak. Maar ik kan je een voorbeeld geven. Dat gebeurt in Algerije niet. Dat gebeurt in Marokko niet. Dus ik geef je een voorbeeld. Dus we kunnen niet zeggen... Dat als gedrag van één bepaald moslimvolk, dat gelijk representatief is voor wat de islam als boodschap heeft gebracht. En dat is dus een punt die we niet door elkaar moeten halen. De nobelheid van wat Erasmus heeft voortgebracht aan Nederland. Dus wat voor mij toonaangevende vlaggenschip van Nederlandse waarden enzovoort. Kan ik toch niet gaan alleen maar verwachten te vinden in de Bijlmer en bij de Tokkies. Dan kan ik toch van uitgaan dat mensen niet allemaal dinges... Ik wil nog uitpraten. Ik kan er dus van uitgaan dat niet alles wordt nageleefd. Dat niet alles wordt beleefd. Oké, even een komma. Even een komma. Je moet één ding corrigeren waar hij gelijk heeft. La ilaha illallah. Er is geen God behalve Allah. Behalve God. Ja, de Arabische christenen zeggen ook Allah. De Arabische christenen zeggen ook Allah. Mag ik eventjes? Dank jullie wel. Ik zou graag toch de discussie ook weer eventjes wat breder leggen. Want we hebben Arabische het over... christenen zeggen ook Stop Allah. Stop even. Hoi. Allah is niet de God van de Arabieren, maar is God in het Arabisch. Stop even. Ja, ik wil de discussie, tuurlijk. Want we hebben het hier niet vanmiddag alleen maar over islam. We hebben het in bredere zin, en dat was ook het punt van Floris. Alle religies hebben in de kern, wat zijn punt, een aantal dogma's. Waarvan je van kunt zeggen, ja, het is ver in het verleden of het is een tekst. Maar het gaat uiteindelijk, en dat is denk ik ook de opmerking van die meneer uit Afghanistan, hoe mensen het beleiden en actief beleven. En dan, Hans-Martin, kom ik toch even bij jou. Je hebt net gezegd dat protestantisme heeft misschien wel iets meer ervaring, 500 jaar lang, ook omdat ze zich heeft afgezet met het katholicisme, met hoe je toch een soort van verandering doormaakt in zichzelf. Hoe je misschien een bepaalde mate van vernieuwing brengt zonder dat het dogma wordt aangetast. Is daar in dat opzicht wat te leren? Is dat een weg die voor ons allen begaanbaar is als je zoekt naar die vernieuwing en modernisering van religie? Nou, daar aarzel ik, want... Misschien ben je er wel heel somber over, zeg je. Nou, dat kan niet. Nou, ook dat niet. Ik geloof dat, wat ik daar net al zei, dat
elke theologische traditie haar eigen weg in dit soort vragen zal moeten vinden. En ik zou niet durven beweren dat wie dan ook de route van het christendom zou moeten volgen. Omdat ik niet geloof dat dat kan. En by the way, het christendom in de belijdenissen, zeg maar, van alle tijden en plaatsen van de christelijke kerk houdt ook nog steeds vast natuurlijk aan een aantal toch wel centrale principes. Ik heb ze zo even aangeduid met het natuurrecht. Ik geloof niet dat er veel uitzicht op bestaat dat daarin verandering komt. En ik geloof ook niet dat nodig is. Wat ik alleen plezierig vind zelf, is dat mede dankzij het protestantisme zoals ik het zie, overigens ook dankzij de verlichting natuurlijk, misschien zelfs vooral, maar mede dankzij het protestantisme we hier in het Westen een democratisch rechtsstatelijk kader hebben gekregen. Waarbinnen er ruimte is voor verschillende religies om hun geloof te beleven. En er tegelijkertijd een kader is dat grenzen stelt aan diezelfde godsdienstvrijheid. Dat is een ongelooflijk groot goed vergeleken met andere delen van de wereld. En waarvan ik geloof dat als we dat willen doorgeven aan volgende generaties, dan hebben we elkaar nodig. En dan kijk ik in dit geval dus ook even naar Floris. Dan hebben we bondgenoten nodig, aanhangers van het cultuurrecht. Ik zit even vol van de terminologie van Paul Cliteur, maar die ken jij ongetwijfeld ook heel goed. Goed, en dan moeten we elkaar niet de tent uit gaan vechten, maar dan moeten we, of we nou vanuit een natuurrechtelijke invalshoek komen aanvliegen, of misschien een meer cultuurrechtelijke, of misschien nog een andere, ik weet niet hoe jij daar zelf precies in zit. Nou, laten we dat Floris maar meteen vragen. Maar dan moeten we met elkaar ernaar streven om die verworvenheid, die we volgens mij een beetje op elkaars konto kunnen schrijven, met elkaar hebben gerealiseerd, om die overeind te houden. En dat zal nog lastig genoeg worden. Floris? Ja, ik ben het helemaal mee eens. Ik ga alleen één aanvulling geven. Kijk, ik vind dat Nederland is natuurlijk een liberaal paradijs. Wij kunnen hier zitten, dat wij hier zitten, dat is eigenlijk al geslaagd. Dat wij op een podium liggen met mensen met verschillende religies in de zaal, dat wij hierover kunnen discussiëren, dat we over de onderwerpen die we net te spraken, dat is eigenlijk al de winst. Dat we verder niet helemaal met elkaar eens zijn, oké. Maar dat is eigenlijk de winst. Stel je voor dat dit in Saudi-Arabië zou zijn. Kan je je voorstellen dat dit in Iran is of in Afghanistan, dat wij hier zo zouden zitten? Dit is geweldig, dames en heren. Dus als je, ik wil ook graag dat jullie met een positief gevoel de zaal uitgaan en denken, dit is het. Heel mooi. En ik vind ook dat we daarvoor moeten strijden en liefst ook met woord en bewaken. Maar ik wil dan nog één ding verbeteren. Ja, want het is een. Maar ik weet al, je klinkt nu ja, maar ik weet nu dat je er nee op zult zeggen. Maar los van het verbieden van jongerenbesnijders natuurlijk, dat is één. Maar twee is ook dat we eigenlijk. Mijn punt is dat als je echt liberaal bent, als je vindt dat kinderen vrij zijn, als je niet vindt dat kinderen automatisch de politieke kleur van de ouders hebben en daarmee gebrandmerkt worden, zou dat ook voor religie moeten gelden. He, dus ouders hebben een religie, je staat vrij om je vooruit eraf te halen als je wil, om je aan die absurde Joodse traditie te houden of de islamitische. Ga je gang maar. Maar ik vind wel dat je als individu je vrijheid hebt om je te ontplooien, om te zien wat er allemaal op de markt is. En een van die dingen daarvoor is dat je ook algemeen seculier onderwijs moet hebben. En niet dat je Joodse, islamitische, protestantse schooltjes hebt in Nederland. Ja, ik mag het even. Oh, ja. Nou, kijk eens. Want, dus dat is wat ik. Dus ik ben niet tegen religie. Iedereen mag het doen. Maar je moet mensen, de overheid moet een liberaal kader schetsen. En nu staan we naartoe dat er verzuiling is in Nederland. En dus twee concrete dingen: mensen de wereld beter maken, jongensnijders verbieden, rituele slacht verbieden en artikel 23 afschaffen. Dan is het hier echt een paradijs. Arnedien, wat vind jij daarvan? Van wat
Floris geeft nu heel nadrukkelijk aan. Het is op zich al geweldig dat we dit in deze vrijheid kunnen vieren. Mm-hmm. Dat is één, hartstikke mooi. Maar het zou nog beter zijn als je in ieder geval niet die verbijzondering van religies voor je 18e meemaakt. Dat een kind de vrijheid heeft om onderwijs te doorlopen wat door de staat is gemaakt en niet door een religie. Mm-hmm. Als het gaat om allereerst het debat, inderdaad, dan dankbaar dat we het debat kunnen voeren met elkaar. Het zou dan nog dankbaarder zijn als we nog meer naar elkaar leren luisteren. Maar dit is niet het enige. We hebben in 2014 in Algerije, in Oran, hebben we het internationaal vrouwelijke congres georganiseerd, waarin atheïstische feministen, theologen van de Egyptische islamitische universiteiten, dus mensen die echt verschillend denken, hebben samen een driedaags congres met meer dan 3.500 deelnemers. En uit dat congres zijn er oproepen gekomen. Eén is om de heilige geschriften nog eens te herbekijken met een actueel blik en daar waar zaadjes van geweld zijn, om die te durven te bespreken en te benoemen. En te zeggen van, dat is dus gebeurd in Algerije met moslims en voor iedereen die denkt dat we hier twee gezichten hebben. We hebben één gezicht. Alles is zichtbaar vandaag. Dus dit is niet. Tuurlijk, in Nederland kan dit makkelijker. Daar is dus een. Zeker. Maar, ik mag je toch een vraag stellen. Ja, maar sorry, we moeten naar elkaar luisteren. Maar je moet soms ook proberen concreet een vraag te beantwoorden. Ja, dat is één. De vraag van Floris was heel helder. Eigenlijk zou, als je dit in nog meer vrijheid wil beleven als individu, zou er voor je 18e geen beïnvloeding moeten. Ja. Welke? Dan vraag ik mij af. Nee, ik ben nog niet. Het ging niet over opvoeding. Ik zei. Het ging over onderwijs en over lichamelijk integriteit. Onderwijs is in mijn ogen is opvoeding. Opvoeding is onderwijs. Nee, ja, maar dat, en dan heb ik een vraag. Dan is het spraakverwarring als die twee niet samen. In mijn ogen. Wat is mijn vraag? Wat is dan? Okay, dan zeggen we: ouders kunnen het kind niet opvoeden met de religieuze. Met de religieuze bedoeling. Kind moet gevrijwaard worden daarvan. Nee, je kan als ouders zeggen, ik leef voor wat ik belangrijk vind in het leven. Ja. Maar ik ben bijvoorbeeld VVD'er. Nou, en ik leef voor hoe dat is. Ja, ik zie het. Ja. Maar jij bent het niet. Jij mag zelf kiezen of je later niet gewoon lekker SP-lid wordt. Ja. Maar kinderen zijn imitatoren. Die doen na wat Nou, laat ze dat dan nadoen. Ze doen wat je doet. Ze doen niet wat je zegt. Nou, laat is jouw ze dat, gedrag. Dan prima, dus toch? Laat ze dat dan vrij zijn. Als u kinderen wilt leren om vrij te denken en het debat met anderen aan te gaan, maar u gaat dat door iedereen doorkletsen, dan gaan uw kinderen dat ook doen. Gaan ze nooit echt leren debatteren. Dus dat is het. Het is uw gedrag zelf. Ons gedrag zelf. En ik heb nooit de vraag gehoord om. Dat is wel waar ik naar benieuwd ben. Waarom krijgen wij niet de huidige uitdagingen in de samenleving vandaag? Zonder, en daar is misschien de aanwezigheid van moslims in Nederland en in West-Europa een onderdeel van. Maar het is niet de enige uitdaging. We hebben ecologische uitdagingen. We hebben financiële uitdagingen. Om ook te vragen, van hoe kijk je daar tegenaan vanuit jouw perspectief? Omdat dit een atheïsme-debat is. Maar zonder alleen maar te zeggen, ja, jij dit, jij dat, jij dit, en nou wil ik jou niet erbij hebben. Want zo word ik niet uitgenodigd om mee te praten, begrijpt u? Dus ik stel mij een vraag van iets wat we allemaal delen, een gemeenschappelijke uitdaging die we allemaal hebben. En kijk dan naar gelang mijn antwoord, wat de kwaliteit is van mijn denken. Oké, ik wil nog even naar Hans-Martien, want ook die krijgt toch die vraag rondom die opvoeding of zo in het wild, de kant van onderwijs. Maar er wordt niet geluisterd. Reageer op, ik stel een vraag. Iets gemeenschappelijks. Ja, maar kijk, we zijn nu een gesprek aan het voeren. Het is al bijna klaar over atheïsme in relatie tot religies. En daar moeten we het even toe beperken. Die andere vragen vind ik relevant, maar niet voor nu. Hans-Martien. Ja, ik zou één iets willen terugzeggen aan Floris, wat hij volgens mij over het hoofd ziet. Dat is dat mensen die religieus zijn, in het algemeen pas bij de democratische rechtsstaat zullen uitkomen, waar jij denk ik graag wil dat ze uitkomen, door hun religie heen. En dat klinkt paradoxaal, maar laat ik het even dicht houden bij mijzelf in dit geval. Als je mij zou vertellen van luister, de democratische rechtsstaat kent deze en deze en deze en deze principes en die moet je beamen, dan zou dat bij mij niet werken. De reden dat ik bij die principes uitkom, is doordat ik via mijn theologische traditie, die voor mij, zoals ik heb uitgelegd, begin en eindpunt is ongeveer van mijn denken, dat ik via die theologische traditie daar kan uitkomen.
En volgens mij is dit een heel aangelegen punt. Want als je de democratische rechtsstaat overeind wil houden, dan moet die legitiem zijn. En om hem legitiem te houden, dat wil zeggen dat hij op draagvlak kan rekenen en blijven rekenen, heb je paradoxaal genoeg de omweg nodig, in ieder geval in het geval van religieuze mensen, heb je de omweg nodig van het geloof. En dan moet je dus volop juist de gelegenheid geven om een geloofsopvoeding te geven. En dan zul je zien dat als je dat binnen de kaders die we hier in het Westen hebben toestaat, dat je dan kans hebt dat mensen van alle religies, zou ik denken, bij die democratische rechtsstaat uitkomen, die we allemaal hoog hebben staan in het vaandel. Maar er is geen shortcut mogelijk naar de democratische rechtsstaat. Toch even een reactie van gezegd, dit trio, want jullie gaan over deze dit denken volgens mij in de kern van jullie idee van de discussie die je met elkaar wilt voeren. Wat ik zou willen zeggen is dat wat u daarnet hebt gezegd waar is voor u en uw geloofsgenoten. Maar dit is verre weg, dat is verre van de enige weg waarop mensen tot een inzicht van de democratie komen. Ikzelf, als ik zo onbescheiden mag zijn, ben totaal irreligieus. Het was bij mij thuis, toen ik opgroeide, ook geen enkel thema. Er werd nooit over gesproken. Dus u kunt aannemen dat ik zonder godsdienst ben opgegroeid. Maar toch ben ik, toch geloof ik in de waarde van de democratie. En heb zelf ook een aantal jaren op dat terrein moeten werken. Maar dat heb ik toch ook niet beweerd? Dat je, ik heb alleen gezegd voor religieuze mensen geldt dat de weg naar de democratische rechtsstaat door hun theologische traditie heen zal moeten lopen. Hoe moeilijk dat ook en frustrerend dat ook op het eerste gezicht lijkt. Mij, ik heb niet over u gesproken. Even een reactie van Paul Klieten. Nou, ik vind het een heel interessant punt dat Hans Martien maakt. En ik denk ook dat in sommige situaties, Frits Bolkestein, Floris van den Berg en Paul Klituur, misschien wel geneigd zullen zijn om een beroep te doen op religieuze tradities als wij samen iets geregeld moeten krijgen. Ik geef dan altijd het voorbeeld dat als mijn dochter wordt gekidnapt in Iran en die wordt ergens vastgehouden en ik kan gaan onderhandelen met de terroristen over haar, om haar los te krijgen, nou dan kun je mij alle soera's uit de Koran, die kun je mij horen citeren. Want dan sta ik zo met mijn rug tegen de muur, dan moet je dat wel via de religieuze traditie doen. Maar ik vind het wel beter om het niet te hoeven te doen. En dat is mijn eerste opmerking. Tweede is dat ik eigenlijk denk, maar het is een beetje heikel punt, want nu ga ik zeggen dat ik Hans Martien eigenlijk beter begrijp dan hij zichzelf begrijpt. Maar goed, ik ga het toch proberen. Ik denk dat er allerlei dingen in de Heilige Schrift staan waar Hans Martien van zegt, nee, dat moeten we toch niet doen. En hij haalt er een aantal dingen uit, dat doet Tamara ook, die positief zijn. En dat doet Nahed Selim ook, die positief zijn, die ondersteunend zijn ten opzichte van een soort van algemeen kader van betamelijkheid. Maar ze laten ook allerlei dingen weg. En dan is het heel erg interessant om je de vraag te stellen, op basis van welk criterium laten ze nou dingen weg? En dat criterium kan op zichzelf weer niet aan de religieuze traditie ontleend worden. En dat betekent dat er toch ergens ook in elk mens, van welke religieuze gezindte dan ook, daar zit toch iets van een humanist in, of van een rationalist, of nou ja, en dat is heel mooi en dat kun je ook op inzetten. Oké. Een paar korte reacties. Die mevrouw daar, die heb ik al een tijd. Nee, even wacht. Ik wil even een rondje maken, want anders komen te weinig mensen nog aan bod. Ik kom zo hierbij. We gaan het nu echt streng doen met vragen. Dus niet hele posities. Ja, maar toch probeer het kort te houden. Ja, mijn naam is Mirjam Atesh. Ik ben voorzitter van Religies voor Vrede Nederland. En voor Floris een geruststelling. Ook niet-gelovigen, ook atheïsten zijn van harte welkom bij onze organisatie. Word vooral lid, zou ik zeggen. Want dat houdt op zich de discussie levendig. Maar ik zou wel vragen, laten we allereerst beginnen met niet gelijk hokjes en labeltjes op elkaar plakken.
Ik ken toevallig de organisatie van AISA. En wat ik dan hier hoor zeggen, vanuit de mond van mensen waarvan ik vermoed die nog nooit iemand van AISA persoonlijk hebben gesproken, dan denk ik van hoe kun je zo denigerend over een groep mensen praten die een huis van vrede hebben opgericht, die zich 24 uur per dag, 7 dagen in de week, hartstikke hard inzetten voor de hele gemeenschap van de wijk waarin ze wonen, van het gebied waarin ze wonen en voor het land. En zo ken ik duizenden moslims en vele moslimorganisaties in Nederland en wereldwijd die nooit in het nieuws komen. Dan zeg ik van laten we beginnen met niet te generaliseren en geen labeltjes te plakken. Maar dan heb ik een hartekreet. Dat is een hartekreet. Ja, nu heel kort een opmerking. Nee, en dan vraag. Nou, ik heb met belangstelling dit. Dan ga ik mijn dingen afdoen, want ik ben moslim en dat ben. Sorry, misschien mogen jullie allemaal labeltjes nu gaan plakken. Ik ben moslim met katholieke wortels en dat zeg ik niet altijd met evenveel vreugde, omdat ik denk dan ben ik weer gelijk gelabeld. Ik doe het hier maar wel en u bent vrij om mij te labelen. Graag. En wat het trok mij, want ik dacht atheïsme en religies. Nou, als ik kijk naar wat er gaande is in de wereld, dan is het probleem niet of we als atheïsten de wereld roelen of als religieuze mensen de wereld te beheren. Maar volgens mij, als ik een beetje goed heb geanalyseerd de afgelopen eeuwen en wat ik van anderen heb geleerd allemaal, die veel betere studie hebben gemaakt, dan is het probleem vooral macht en hebzucht. En dan vraag ik aan Floris, ja, wat kunt u daar tegenover stellen? Als hij zou willen. Maar het probleem is dat wij... Laten we het nu vragen. Want dan is het een vraag. Nee, Floris. Ja, ik ben een sociaal-liberaal die streeft naar gelijkheid in de wereld en een sociaal vangnet voor zoveel mogelijk mensen en mensenrechten. Dat is wat waar ik naar streef. En ik hoop wij hier allemaal. Oké. Okay. U heeft uw punt kunnen maken. Dank u wel. Een paar vragen nog aan deze kant. Ik wil even u de kans bieden en deze mevrouw hier vooraan. Gaat u gang. Hallo, ik ben Kostiaan. Ik ben christen. Ik heb ook les gehad van Floris van den Berg. Ik wilde maar graag aansluiten bij wat meneer Ten Apel heeft gezegd. Namelijk dat als er van buitenaf een soort van wordt gezegd wat je wel niet mag geloven, dan werkt dat averechts. Want dan ga je daartegen verzetten. En dan ben je meer tegen dan dat je echt onderzoekt wat je nou vindt. En ik zou dus mensen, of in dit geval atheïsten, dus willen uitnodigen om vooral de vragen te stellen. En ook vooral te drukken waar het pijn doet, ook voor gelovigen. Maar dan vervolgens het los te laten. En mensen, ja, of gelovigen, zelf de weg te laten ontdekken. Ja, kijk, het is natuurlijk zo, als je kan uitleggen dat 2 plus 2 4 is. Hè? Maar gelovigen begrijpen dat nog steeds niet. Die kan het 100 keer uitleggen, maar ze denken nog steeds dat 2 plus 2 5 is. Maar Floris, volgens mij is het in dit geval ook een kwestie van even goed luisteren. Wat deze jonge man heel helder zegt. Ik leg als wiskundeleraar leg je uit 2 plus 2 is, 2 plus 2 is. Ja. En dan zeggen ze 5. Oké, okay. Nou mag je doen natuurlijk. Je houdt je examen niet erbij. Hij zei net iets anders volgens mij. Nog een keer goed luisteren als je terug kan kijken. Deze avond begon met een verhaal van Timon, klopt dat? Is dat je naam? Ik wil er eigenlijk op reageren. Ik kom uit Indonesië. Ik ben als baby te vondeling gelegd. Ik was heel jong, geschat een dag oud, waarschijnlijk een paar uur. Ik ben dus een van de vele, van die hele grote groep mensen die dus, waarbij nu wordt onderzocht of er misstanden plaatsgevonden. En met zekerheid kan je zeggen dat wij allemaal uit een duistere situatie komen. Want je gaat niet zomaar je kind afstaan. Of het nou vrijwillig of onvrijwillig is gedaan. Mm-hmm. Ik wil even naar Timon kijken. Ik hou de microfoon op vast, dan kun je rustig kijken. Is goed. Wat ik weet van Indonesië is dat men een religie moet hebben. Dus ook als mensen niet geloven, dan moeten ze dus een religie uitkiezen. En de meest strategische religie in Indonesië is de islam, om die te kiezen, want dat geeft de meeste privileges. Ik geloof daar niet in. Ik ben zelf gelovig, maar ik geloof niet dat je religie kan opleggen aan anderen, want dat vind ik gewoon niet oprecht. Omdat ik onder gelovigen ook mij bevind, vind ik het ook eigenlijk, heb ik zelf ook wel een bepaalde aversie tegen religie. Dus ik bedoel meer echt de wetten en alleen maar daarnaar kijken. Wat zou je hem nou adviseren? Hem? Ja. Hij wil toch heel graag met haar trouwen. Dat moet hij doen.
Ik kan een voorbeeld geven van mijn ouders. Mijn moeder is Nederlands gereformeerd opgevoed. En zij leerde mijn vader kennen bij het fysiekenhuis. En hij is Indonesisch en Smits opgevoed. Dus zij stonden voor hetzelfde dilemma. Uiteindelijk heeft zij zich bekeerd tot de islam om te kunnen trouwen met hem in Indonesië. Nou wil ik dat eigenlijk niet adviseren, daar ben ik gewoon eerlijk in. Maar ik denk dat zij daar ik heb niet de indruk dat zij daar heel veel waarde aan hechten. Ik bedoel, het is niet dat zij is dan voor de wet wel moslima geworden, maar niet dat zij de islam praktiseerde. Wat is puur eigenlijk een noodzaak om met hem te kunnen trouwen en ja, die liefde kunnen leven. Kijk, daar kan ik mijn eigen mening over hebben en die heb ik ook. Maar uiteindelijk zijn ze getrouwd en hebben ze dus mij als baby geadopteerd en zijn wij later in 1920 naar Nederland verhuisd. Dus het is jammer dat we in een wereld leven met zoveel regels. Ik erg me ook echt best wel, niet dood, want ik leef gelukkig nog, maar aan religieuze mensen, ook al behoor ik zelf eigenlijk tot een groep mensen die een geloof draagt. Maar ik geloof eigenlijk in de liefde. Dat is gewoon heel simpelweg gezegd mijn geloof. En ik geloof ook dat je om moet kijken naar mensen die soms zwak zijn, die niet voor zichzelf kunnen opkomen. En ik hoop dat als wij een eenheid kunnen vormen van mensen met verschillende achtergronden, verschillende religies. Geen religie, ik vind het eigenlijk prima, want ik wilde heel graag hierheen. Dank je wel. Ja. We gaan een beetje afronden, dames en heren. Ik ga nog even toch naar een van de aanstichters, Paul. We hebben twee rondes van discussie gehad. Misschien kun je even gaan staan, Paul Cliteur. We hebben twee rondes van discussie gehad. Ik weet dat een heleboel mensen nog veel meer vragen of opmerkingen hebben. Dat is nou eenmaal in dit soort sessies altijd zo. Maar we hebben wel volgens mij een tweetal hoofdlijnen die jullie volgens mij heel graag wilden besproken hebben naar voren zien komen. Allereerst natuurlijk toch de vraag van ja, is een religie in staat om te moderniseren, om zich te ontwikkelen en aan te passen? En de tweede vraag was natuurlijk toch ook, ja, waarom laat je bepaalde dingen dan toch als het ware in jouw naam gebeuren als je daar lid van wordt? En jij noemt dat als een soort paradox die je bij mensen ziet. Dat mensen datgene eruit halen waar ze achter kunnen staan en de rest een beetje weglaten. Wat is nu uiteindelijk jouw les of jouw conclusie van deze middag? Nou, ik ben erg optimistisch gestemd geraakt, met name door deze middag. Ik vond het een geweldige mooie sessie. We hebben eigenlijk twee hele mooie sessies gehad. We hebben dus een aantal vertegenwoordigers gehad van de wereldreligies en atheïsten. Het dak is niet van de balie afgevlogen. Volgens mij hebben we ook nog geen kritische reacties gehad uit de gemeenteraad van Amsterdam, maar dat wacht ik morgen nog even. Kan nog komen. Kan nog komen. Ik hoop, er zijn ook nog geen stukjes verknipt om op joop.nl te plaatsen. Dus ja, ik ben zeer optimistisch en ik vind ook nog eens dat jij het geweldig hebt voorgezet. Nou, dankjewel. Fijn. Mag ik jullie allemaal ontzettend bedanken. En dat geldt echt voor iedereen die zich stevig heeft moeten verweren. Floris, dat gold soms ook voor de heftigheid en de hardheid waarmee je attaqueerde. Maar ik geloof toch ook dat we in een zekere zin toch heel respectvol dat hebben gedaan met elkaar. En inderdaad, de conclusie is gerechtvaardigd dat het al heel mooi is dat we dit gesprek met elkaar in alle vrijheid kunnen en mogen voeren. Ik wens jullie een hele fijne avond. Tot ziens. Hartelijk dank. Ja. Ja. Dat is ook een beetje.